dat conceptualiseren is altijd heel gebrekkig, is inderdaad aan de menselijke standaarden verbonden en zit ook altijd vast, dat merk je direct als je er wel over begint, aan de categorieën van tijd en ruimte, die wij niet kunnen overstijgen. Misschien in de diepste fantasie wel, maar we gaan er heel snel op terug. Hè. Dus mensen gaan bijvoorbeeld zeggen, ik ben tegen het hiernamaals, want we gaan ons vervelen. Ja, dat is een concept tijd dat daar dan in zit. En verveling is pas mogelijk door het bestaan van tijd. Solidariteit is belangrijk. Hoe verbinden we al die individuen nog tot een groter geheel? Daar zie ik dat onze samenleving voor een stuk een beetje in vastloopt. En dat is een probleem in onze maatschappij. Als je dat goed aanpakt, dan zijn er wel mogelijkheden. Wij zijn allemaal gewoon de bielen die in de donker aan het testen zijn. Dat is wel heel veel waard, wat we hier hebben. Dat is echt wat telt. Kom aan, we gaan ervoor. Welkom bij een nieuwe aflevering van Discours met de Boys. We zijn er vandaag met iemand die geen echte intro behoeft, Rick Turfs. Dank om tot hier te komen. Een groot plezier om hier te zijn. Ik heb er enkele jaren mee gewacht. Maar dat is enkel omdat Contig zo ver ligt. Ik denk dat we het meest trots mogen zijn op... de micro heeft hier, ja. Op uw aanwezigheid, want inderdaad, het heeft zo wat langste geduurd om u hier te krijgen. Ik ben ook al een dag ouder. Dat is waar, dat is waar. Het is puur vertraging. Nee, grapje. Nee, goed. Voordat we beginnen, doen we altijd een chinkje met de whisky. Dus Jack Daniels Honey. Ja, bent je zelf een whisky-liefhebber? Wel, ik was dat tot ik ongeveer 30 jaar was. En dan ben ik er plotseling mee gestopt. Oké. Dit is heel zoete whisky. Ik begin er altijd van te niezen ook. Dus dat gaat toch de kwaliteit van deze podcast sterk vergroten. Dat grappig, ja. Ja, dus dat, het is heel toegankelijk. Het is meer een liqueur dan een whisky. Ik vind dat toch enkel met een rekkelijke interpretatie whisky te noemen is. Oh ja, exact. Officieel is het geen whisky. Dus, maar oké, bon. Goed, zoals altijd kunnen we duizend en één richtingen uitgaan. Maar ik heb al een aantal thematieken bedacht. Maar misschien eentje die nogal vrij breed is, maar waar ik ongetwijfeld de mening ga hebben. Wat is uw analyse of wat is de stand van zaken vandaag als je kijkt naar onze samenleving? Wat zijn trends die opvallen? Ja. Maar je kunt er nog breder gaan. Ja. Maar ik bedoel, er gaan er sowieso een paar top of mind. Goh, ja, wat kunnen we daarover zeggen? Dat er om te beginnen toch... Oké, ik zal het anders doen. Wat is bijvoorbeeld een standpunt dat je vandaag inneemt, en neem het dan maar in, maar waar dat je waarschijnlijk toch wel gaat voelen dat je er binnenkort gaat naast zitten? Dus dat je nu een analyse maakt van, ik denk dat het zo is, maar ik heb er ook wel mijn twijfels over, omdat ik al voel dat het terug een andere richting uitgaat. Maar ja, ook die andere richting kan verkeerd gaan. Ja, maar het is dus daarin, ik ben een grote fan van Max Frisch, die zei, wie zegt dat we vroeger ongelijk hadden en nu gelijk? Het kan ook zijn dat we vroeger gelijk hadden en nu ongelijk. En nog straffer en normaler, vroeger ongelijk en nu ook. Hè? Ja. Dus, maar dan met een ander standpunt, dat is perfect mogelijk. Ik denk dat er altijd wel, ik geloof dus niet in lineaire denken, er komen altijd wel vormen van een knik in de curve, waarvan ik denk dat er veranderingen komen. Bijvoorbeeld, wat ik echt geloof, en vroeger minder in verhouding, dat, laten we zeggen, anti-religieuze houding in de samenleving bij, ik heb het nu bij autochtone Vlamingen, dat die over haar hoogtepunt heen zijn. En ik heb recent met verschillende mensen gesproken, die informeel soms ook open, die terug meer religieuze belangstelling hebben. Okay. En dat die erfenis niet weggooien, ook niet naar God vergeten en andere dingen die toch ook duidelijk bedoeld waren voor een deel, om het mes er nog eens duidelijk in te zetten. Dat is denk ik één van de trends. Een tweede trend, denk ik, die wat mij betreft aan het aflopen is, is de trend van de moreel superieure culturele elite, die de simpele sterveling die minder lang sociologie heeft gestudeerd, met een paar rake judogrepen onmiddellijk tegen de grond probeert te leggen. Die tijd is denk ik voorbij. Een derde punt dat voor mij ongeveer voorbij is, is natuurlijk de gedachte dat een academische studie leidt tot een meer dan gemiddelde welstand. Ik denk dat dat ook een minder financieel dan gemiddelde... Ja. Dus dat kan allemaal komen ook tot... ik denk dat we in de richting gaan van een academisch proletariaat. Mensen met universitaire diploma's die het moeilijk hebben in het leven. En die misschien niet onterecht volledig worden overvleugeld door loodgieters, elektriciëns en mensen zoals jullie. Het is voornamelijk de terugkomst zeg maar, van handarbeid. Hè, waar we de intellectuele fetish iets te hard hebben doorgeduwd.
En weinig mensen. Ja, wel, ik denk dat we eigenlijk heel veel mediocre intellectuelen hebben, of mensen die gestudeerd hebben, maar niet echt intellectueel kunnen worden genoemd. En aan de andere kant is natuurlijk het vakkundige handwerk, ik heb daar een enorme bewondering voor, daar is veel meer behoefte aan. En vind ik ook interessanter, bijvoorbeeld in de stad Brussel zijn er veel mensen die zichzelf stadssocioloog noemen. Nu, dat is een diersoort als een ander en ik heb respect voor de volledige flora en fauna. Mm-hmm. Maar misschien zijn er in Brussel meer elektriciens en chauffagisten nodig die bovendien de stad in geraken. Enfin, dat zijn zo wat veranderingen voor ons. Ja, nee. En dan even terugkoppelend op uw eerste punt, hè, met religie. Waarom denk je dat dat is, dat meer mensen er terug naar grijpen ook? Ik denk dat het geen kwestie van grijpen is, maar ik denk dat... ik had bijvoorbeeld een gesprek niet lang geleden voor de Nieuwe Wereld met Marlies Dekkers, die met lingerie bezig was. Niet mijn lingerie, maar dus een bekend figuur in Nederland. En die zei, ja, ik heb me altijd wel gelovig gevoeld, maar ik durfde dat tot voor kort niet goed zeggen, omdat de trend de andere richting uitging. Ja. Ook met een... bekend entertainer, het was eigenlijk informeel, dus ik ga het niet zeggen, maar waarvan, dat ik een beetje, van wie ik een beetje verbaasd was, dat hij ook die belangstelling koesterde. En die zei, ja, dat is toch iets merkwaardig. En die zei dan ook, ja, en ik merk dat ook kinderen vandaag ook in gesprek soms met moslimjongeren en zo verder, toch ook aan hun eigen roots terug beginnen te denken. Mm-hmm. En een van mijn ideeën is ook dat... De mentale gezondheidsproblemen die er vandaag heel veel in de samenleving zijn, misschien ook te maken hebben met het ontbreken van een breder kader. Ja, en waarbij mensen, als dat breder kader niet meer is, als je zelf het alfa en het omega van de wereld bent, dan is elke lichte deficiëntie in je eigen persoonlijkheid een catastrofe om depressief van te worden. Dus ik zie dat wel terug... wat veranderen. Ja. Niet super spectaculair daarop, maar ik denk dat we toch maar weer daar een andere richting hebben. Ik denk dat dat sowieso inderdaad wel doorgedreven is geweest, waarin dat we helemaal, zeg maar, ongeconnecteerd zijn geraakt met iets wat ons probeert te verbinden op de een of andere manier. Maar is de andere kant, hè, dus ik denk interessant, maar ja, moeten we dan teruggrijpen naar religies, of is er eigenlijk een soort van symbiose te maken tussen al die religies, om toch wat meer die rode draad terug te vinden, want waarbij ik denk dat het altijd wel een heel goede handleiding kan vormen. Plus als je elk leven opnieuw helemaal moet gaan bedenken wat is goed en slecht, en et cetera, dat is veel te complex. Dus dat er een soort van rode draad bestaan, vind ik goed. Maar anderzijds, misschien nog heel even, het is wel zo dat een mens ook geloof nodig heeft. Ik geloof daar wel heel hard in. Ik denk dat iedereen dat wel voelt, dat we allemaal een drang hebben om overstegen te worden door iets, maar moet het dan de standaard interpretatie zijn van de 5 of 6 grootste religies? Of is het een bredere trend die we zien, niet per se het christendom wat je hier wat meer benoemde, maar naar een soort van verbondenheid zoeken, te koer? Ik denk dat eigenlijk het religieuze, om te beginnen, niet is iets wat je kiest. Er zijn mensen, sommige mensen zouden liever niet religieus zijn, zijn het toch. En ik ken er ook die zeggen, ik zou willen geloven en ik kan het niet. Ook goede vrienden van mij. Voor mij is ook het religieuze in de eerste plaats geen richtsnoer om goed te leven. Het moet altijd mogelijk blijven om slecht te leven, ook als je religieus bent. Dat is al een eerste punt. Maar dan kent je geen interpretatie over goed of slecht. Wel, goed, maar daar kun je over discussiëren. Maar goed is zogezegd vriendelijk zijn voor andere mensen en slecht onvriendelijk zijn voor andere mensen. Niet solidair en zo mee. Maar voor mij is religie in de eerste plaats openheid voor het transcendente. Hè? Dus als je het daar had over dat overstijgen, dat is openheid voor wat ons overstijgt. En de moraal die je dan kiest, of die eruit voort zou kunnen vloeien, ja, kunt je ook hebben als ongelovige, als atheïst en zo meer. Dus moraal is een neveneffect. Maar die openheid voor het transcendente verbreedt, denk ik, de blik. Moet dat de christelijke manier zijn? Nee. Maar ik denk wel dat onze achtergrond het makkelijker maakt om daarmee te werken dan met andere religieuze tradities waar we eigenlijk geen connectie mee hebben. Mijn idee is bijvoorbeeld, ik geloof zelf dat God nooit dichter bij de mens was dan in de persoon van Jezus Christus, maar misschien wel even dicht. Dat kan, hè. Wie zijn wij om God in zijn vrije tijd te controleren? Nee. Dat is niet onze taak. Ja. Ja. Goed. Maar daaruit kunnen we concluderen dat jij wel effectief het christelijk geloof
Ja, maar natuurlijk, en dat is altijd zo geweest. En het vreemde is, toen ik jonger was, zei ik dat minder. Ik was natuurlijk wel kerkjurist en zo. Maar er waren zoveel volunteers om zich heel christelijk en katholiek te noemen. Omdat dat toen ook nog de bon ton was bij de meerderheid van de bevolking. Zelfs de standaard hield nog de AVVVVK in het vaandel. Hè? Ja. En dat is nu helemaal anders geworden. En ik heb altijd toch de neiging om, als je aan waarheidsvinding doet, u te richten op de minderheid, want om akkoord te gaan met de meerderheid hoeft je niet na te denken. Iedereen accepteert dat sans plus. Het andere al wat minder, denk ik. Oké, ja, misschien gewoon een vraag dan, ja, omdat we het toch heel specifiek hebben over godsdienst. En ik vind het altijd wel zeer complex, dus in zekere mate breder getrokken, zoals je het zelf noemt, rendementen overstijgen. Vind ik een heel interessant concept. Het probleem is, ik vraag mij altijd af of dat in zekere mate overstegen willen worden. Iets universeel is wat echt bestaat en per definitie dan eigenlijk duidt dat er een God is. Of dat veel eerder een menselijke drang is dan een soort van, het is weer een, te simplistisch, maar een neveneffect is van bewustzijn waarbij dat we dat zoeken. Dus in die mate vraag ik me af, is dat soms niet zo een essentieel onderdeel van een soort van egocentrisme waarin dat we zoiets dergelijks nodig hebben om sane te blijven in zekere mate? Wel, je hebt inderdaad de oude uitspraak van Anselm Feuerbach dat of Ludwig Feuerbach, dat niet God de mens heeft geschapen, maar de mens God heeft geschapen. Simplification. Maar ik denk dat dat eigenlijk in die zin niet helemaal klopt, want als je dan zegt, dat wij iets zoeken en zo verder. Wel, de meeste dingen die wij vinden, hebben we niet gezocht. Ja. Bijvoorbeeld, uw partner of uw vrienden en zo, heb je doorgaans niet gezocht en toch gevonden. En als je begint te zoeken, dan gaat je inderdaad uit van een tekort. Het vinden gaat daarentegen uit van een overvloed. En dus dat er zoveel bestaat in de wereld en dat je daar dan plotseling iets vindt. Dus in die zin heb ik daar een veel positiever beeld van. Ik zie religie niet als troost voor inderdaad alle miserie die met het mens zijn is verbonden, inclusief de dood, maar eerder als een ongelooflijke hulde aan het leven en als een verrijking die we mogen meemaken. Dus ik zie dat ook anders dan velen dat intuïtief zien. Ja, nee, maar pas op, hè. Ik bedoel, ik denk dat dat nog steeds een correcte analyse is, maar zelfs het antoniem ervan duidt een beetje hetzelfde, dat het wel draait rond de mens. Wel, wij kunnen alleen met menselijke concepten werken. En de vraag is, bestaat er de mogelijkheid dat de mens zichzelf overstijgt en dus eigenlijk zijn grenzen overschrijdt? Ik denk nee, want alles is de menselijke ervaring per definitie. Wel, ja, maar natuurlijk heb je toch wel grenservaringen, bijvoorbeeld bij de esthetische ervaring, bij het ervaren van absolute schoonheid bijvoorbeeld, kun je een gevoel hebben dat het ook buiten u staat, dat het sterker is dan uzelf. Ik vind dat bijvoorbeeld ook bij het kunstwerk ook, is het menselijke bezit ondergeschikt aan de kracht van de kunst. Bijvoorbeeld, je koopt op een veiling een heel duur kunstwerk. Want anders is het niet goed. Maar stel dat het ook een heel schitterend werk is, dan zal toch het werk altijd de koper overstijgen, die tijdelijk is en het werk heeft een sterkere kracht. En zo denk ik dat er wel ervaringen kunnen zijn, zoals bij mystici in verschillende religies trouwens, die toch een poging zijn om dat menselijke te doorbreken. Natuurlijk, het blijft altijd een mens. Maar natuurlijk, aan de andere kant is het misschien ook zo dat aan de ene kant de mens zich wil overstijgen en aan de andere kant het overstijgende zich openbaart aan de mens en dat er ergens een kruispunt is waar ze elkaar vinden. Dat is mooi gezegd, maar zolang dat we mens blijven natuurlijk, is wel elke ervaring die ik heb tijdens mijn mens zijn, wordt die wel effectief geregistreerd in mijn hersenen en daarom voelt mijn lichaam het per definitie. Dus ik denk wel dat het blijft wel altijd een menselijke ervaring. We onderschatten gewoon soms, denk ik, hoe breed dat het ervaringsspectrum van de mens is. En we vinden dat natuurlijk extraordinair en het is zeker niet het dagdagelijkse. Maar per definitie is het daarom niet dat het zozeer onze biologie heeft overstegen. Wat dat ook mag betekenen. Het hoeft niet een driedimensioneel bekeken te worden. Onze biologie is natuurlijk een om te beginnen, het zit een beetje vast. Ja, wel, maar één punt is, dat is zeker waar, voor een aantal punten. Hè? En het biologische heeft natuurlijk een aantal aspecten, namelijk dat we enkele dingen kunnen doen waarvan het onmiddellijke nut
empirisch waarneembaar is. Bijvoorbeeld op een stoel zitten en rondwandelen en zo verder. Andere dingen hebben te maken met de werking van de hersenen. We staan in neurologie nog niet zo ongelooflijk ver op dit moment. Maar daar gaan zeker ook nog heel veel verdere evoluties komen. Er zijn al van die gekke dingen. Maar dan is de volgende vraag. Hoe komt het dat we dan zo in elkaar zitten? Dus dat soort structuur van hersenen bestaat, waarbij wij dus dingen doen, nuttige en ook onnuttige, onder andere dat speculatieve zoeken naar het transcendente. En dat gaat heel moeilijk zijn om daar, denk ik, antwoorden op te geven, op die waarom-vraag die daarachter zit. Dus de presentie van de mens als mysterie en niet bijvoorbeeld de presentie van iets anders of zijn complete afwezigheid, vind ik al een interessant punt om te reflecteren. Nee, maar zeker. En pas op, in die end zit ik ook op uw kamp, hè, waarin ik wel geloof dat er iets overstijgend is. Alleen, het probleem is, elke keer als ik dat in zekere mate een kader heb kunnen geven of proberen te capteren of te begrijpen, vind ik altijd een antwoord terug waarin dat uiteindelijk wel de mens, zeg maar, essentieel is om dat relevant of nuttig te achten. En dat eigenlijk, als je gaat voorbij wat wij nuttig vinden of onnuttig of interpretatie, dan heeft het aan zich vaak het antwoord geen nut meer om te bestaan. Ja. Dus ik merk altijd dat er zo'n soort van cynisch fatalisme per definitie terugkomt en dat je alles kunt ontkrachten. Maar dat is natuurlijk een antoniem op het geloof. Hè, in de maar dat de ontkrachting ook vooral voortvloeit uit het opsluiten van het transcendente in het menselijke. Dus er moet lucht zijn, een luchtkoker waardoor je het andere echt ruimte geeft. Bijvoorbeeld, een atheïst gaat doorgaans een heel duidelijk beeld hebben over de God van wie hij het bestaan ontkent. Ja, want hij gaat bijvoorbeeld zeggen, ja, maar God, was dat voor iemand? Dat is bijvoorbeeld iemand die Auschwitz heeft toegelaten, of die accepteert dat kleine kindjes sterven aan kanker. Dus een aantal vreselijke zaken. Nu, als je dat zo zegt, dan gaat je om te beginnen God veroordelen omwille van een moreel falen dat hij dat toelaat. En daar staat nog een tweede ding onder, namelijk dat hij onmiddellijk kan tussenkomen in de wereld en almachtig is. En daar zitten een aantal heel duidelijke concepten in van God. Dus om God te ontkennen, moet je hem heel goed kennen. Ja. Om hem niet tot die ontkenning over te gaan. Je moet conceptualiseren. Conceptualiseren is altijd heel gebrekkig, is inderdaad aan de menselijke standaarden verbonden en zit ook altijd vast, dat merk je direct als je er wel over begint, aan de categorieën van tijd en ruimte, die wij niet kunnen overstijgen. Misschien in de diepste fantasie wel, maar we gaan er heel snel op terug. Dus mensen gaan bijvoorbeeld zeggen, ik ben tegen het hiernamaals, want we gaan ons vervelen. Ja, dat is een concept tijd dat daar dan in zit. Een verveling is pas mogelijk door het bestaan van tijd. En wie zegt dat het hiernamaals, stel dat het er zou zijn, zo werkt. Ja. Trouwens, hiernamaals, de woorden zelf, we bevatten al tijd en ruimte. Verveling nog een vrij menselijk concept is. Maar het probleem met hiernamaals bijvoorbeeld ook, wat gaat je er doen? Want onze fysieke vorm is aan mij gelinkt. Ik kan niet praten, ik kan niet zien, want dat zijn allemaal zaken die aan het menselijk zijn verbonden zijn. Dus ik weet, maar dat is misschien een heel ander topic. Ja, maar dat weten we dus niet. Hè? Dus in die zin denk ik dat Thomas Halik bijvoorbeeld, de Tsjechische theoloog, die zegt dat hij wel gelooft dat het met de mens goed afloopt. En hij denkt, ik denk dat het mooier zal zijn dan we vermoeden. Ook dat is een menselijke constatering. Maar aan de andere kant laat hij het wel open. Hij heeft niet de pretentie om de concretisering, tot de concretisering te komen, waar dan andere, bijvoorbeeld die God straffen omwille van Auschwitz, bij manier van spreken, niet toekomen. Oké, misschien verder gaand op het concept of hoe dat we het al dan niet overstijgen, is ook wel, dat is eraan gelinkt en in het verleden al vaak proberen te beantwoorden, maar ik bedoel, schiet zeker ook een vraag tussen. Maar is, gelooft je dat er een universele betekenis is van goed of slecht? En we moeten het niet te dramatisch klein bekijken, want we gaan altijd dingen kunnen veroordelen, uiteraard, maar echt universeel. Nee, daarvoor ben ik te veel tegen moraal. Allee, dat moet ik echt zeggen, dat geloof ik niet. Maar per definitie is toch ook een soort van Gods wezen relevant voor de moraal, om het dan zo te zeggen, omdat er wel een soort van betekenis is van goed en slecht. Ja, per definitie zou ik denken dat God relatief universeel is. Maar natuurlijk, met dat goed en slecht, ik vind juist, bijvoorbeeld,
de persoon Jezus Christus had daar toch ideeën over die niet 100% conventioneel waren. Okay. De fariseer die hij erg apprecieerde, anders zou hij er niet zo vaak mee praten, oogste minder lof dan Zacchaeus die in een boom, ja, nog een klein slokje, een boom kroop of zo. Dus dank je wel. Dus al die figuren die wat minder zijn, vaak belastingadviseurs of zo, die zelf belastingsinners, tollenaars die zelf corrupt waren, heeft hij eigenlijk toch een redelijke sympathie voor in zekere zin. Dus het idee wat ik bijvoorbeeld zeer interessant vind in de persoon van Jezus Christus, is de paradox en de blokkage van de logische oplossingen. Zoals bemin uw vijanden, de laatste zullen de eerste zijn en zo verder. Hè. Dus ik denk dat ook bijvoorbeeld de paradox een plek is van waarheidsvinding. Als je dat natuurlijk ook op de moraal toepast, hè, dan gaat je ook niet tot een simplistisch gegeven kunnen komen, de scheiding tussen goed en kwaad. Hè? Ja. Waarbij bijvoorbeeld fatsoenlijke mensen anderen zeggen hoe ze moeten leven. Maar vandaag, je hebt het nu voornamelijk over de scheidingslijn, maar het feit dat we eigenlijk zeggen, goh, de scheidingslijn is vrij grijs, wil wel zeggen dat er extremen zijn. En een extreem zegt wel dat er op een bepaald moment een absoluut ja of nee is. Misschien is dit maar in één enkel geval, in context, maar dan nog... In context. De perceptie in reden, wel, maar, nee, maar het feit dat we nu... extreem goed beschouwen, kan iemand anders als extreem slecht beschouwen. Dat is waar. Ook, natuurlijk. Ja, maar dan is het geen universeel goed of slecht. En dat is een beetje de kern van de vraag. En het feit dat we per definitie nu uiteindelijk ook hebben over scheidingslijnen en zones en een spectrum en een paradox aan zich, wil dan zeggen dat we dingen zien die wel in tegenstelling kunnen staan met elkaar, waardoor dat we eigenlijk per definitie eigenlijk nu al wel zeggen, er is wel zoiets als goed en slecht. Het is gewoon zeer moeilijk definieerbaar. Yeah. Maar dan zeggen we niet dat er geen universeel goed of slecht is. Wel, ik zou het toch zeggen, er zit ook ambivalentie in. Ja. En in feite, dus een van de kenmerken waaraan je intelligentie kunt herkennen, is ambivaliteitstolerantie. Hè? En dan kun je zeggen, ja, ik vind dit, maar ik vind ook dit. Ja. En in het goed zit slecht en in het slecht zit goed. En dus als je dan, op den duur wordt dat toch een heel complexe zaak, dat je hermeneutisch in een context moet gaan interpreteren. Maar zo het idee van, ja, de schapen van de bokken scheiden, vind ik enorm moeilijk in heel veel problemen. Ik vind me bijvoorbeeld op, maar bijvoorbeeld Israël-Palestina of Israël-Hamas op dit moment, ja, dat kunnen beide kanten wat bekijken, dat is complex. Maar Oekraïne-Rusland vinden wij niet complex. En dat is voor mij verdacht. Ja, maar dat niet zo is in een bredere context, is toch verdacht? Dan denk ik, ja, maar het kan toch niet... Mensen willen te snel gaan naar een beoordeling. Dat is reductionisme. Dat klopt toch niet, op zo'n manier. Nee, maar daar ben ik het mee eens. Maar ik zou misschien nog heel even een thema willen vasthouden, puur omdat we nu misschien tot de kern komen dan van mijn onderliggende vraag. En dat is, per definitie, willen we overstegen worden? Waarom willen we overstegen worden? Ten eerste, zodat we een soort verantwoordelijkheid kunnen opnemen, wat ik denk dat heel relevant is voor de zingeving van een mens. Maar dan moet je ook wel weten naar waar dat je verantwoordelijkheid opneemt. En per definitie willen we dus overstegen worden en hebben we concepten van goed en slecht. Maar het probleem is dat goed en slecht, nog steeds relevant voor nu even, heel belangrijk is voor zingeving. Want zingeving is per definitie iets wat je als goed ervaart of denkt te zijn, dat je gaat proberen na te streven. Maar het bestaat enkel zeg maar binnen het menselijk zijn. Dus mijn vraag die eigenlijk is, lost iets overstijgend of een god het probleem van zingeving op, ja of nee, en kan ons dat zin geven? In die zin ook, dat stel dat morgen de gehele mensheid verdwijnt, was alles, of is eigenlijk alles van zingeving dat ooit bedacht is, ja, tot niets gedaan, want niks of niemand kan die ervaring nog nemen van wat we hebben gecreëerd, en we hebben ook geen andere mensen om het aan over te dragen. Dus is er universele zingeving opnieuw eigenlijk? Wel, ik denk zeker niet dat zingeving iets exclusief menselijk is, daar geloof ik niks van. Okay. Dus Dat wij de enige zouden zijn die in staat is om het concept zingeving op een of andere manier vorm te geven. Er zijn misschien totaal andere vormen van zingeving in het leven van een dier die wij niet kunnen vatten. Mm-hmm. Of wie weet zelfs in het samenspel van planten in een bos. Daar denk ik, moeten we enorm opletten dat we ons menselijk concept daar ook niet verabsoluteren. Mm-hmm. En om zin op het spoor te komen, ben ik een enorm tegenstander van krampachtigheid. Ik geloof meer in het beeld, onder andere van Johan Huizinga, van de homo ludens, de spelende mens. Okay. En je gaat... Dat is de menselijke ervaring. Ja, maar wat is het spel eigenlijk dat
Een spel is eigenlijk iets heel moois. Het is niet echt, maar toch echt. Je kunt erin opgaan en er zijn wel dingen die je als reëel beschouwt, maar andere ziet je als ludiek en vluchtig. Een mengeling van het ongrijpbare en het toch belangrijke, want er zijn ook spelregels en desalniettemin blijft het een spel. Ja. Ik denk dat de spelende mens heel makkelijk, zin kan vinden dan de krampachtige zinzoeker. Ja. Maar misschien nog heel even daarop inzoomen, maar dat is een heel persoonlijke definitie van zin. En dat is ook vaak het antwoord dat we geven, hè. Wat is zin? Dat moet je voor jezelf creëren. Ja. Maar opnieuw naar dat universeel gegeven, is er iets zinvol aan de mensheid aan zich dan? Kan de mensheid zinvol zijn? Per definitie heb je dan iets overstijgend nodig, zei het. Ik denk eerlijk gezegd, of je nu gelovig bent of niet gelovig, je moet proberen iets van je leven te maken. Hè? Ja. En is dat dan zinvol of niet? Dat hangt ervan af. Bijvoorbeeld op het moment dat je zegt, you only live once. Hè, wat impliceert dat? Ten eerste natuurlijk, dat je het later in die naam al zult moeten gaan uitleggen. Maar het tweede punt daarvan is toch, hoe vult je dat dan in? In feite is dat dikwijls een aansporing om tot een leeg hedonisme over te gaan. Hè, zo het verkeerd begrijpen van Horatius, carpe diem, hè, betekent dan werkelijk geniet u te blubber, want morgen kan het gedaan zijn. Dat is natuurlijk ook een stuk, dat is een mogelijke invulling van zingeving. Maar ja, dat is niet meer of minder zinvol dan iets anders als er geen universiteit is. Maar dat is natuurlijk de vraag. Hè? Want je zou direct kunnen zeggen, als je nu werkelijk die simpele definitie van zingeving zouden volgen, carpe diem, dan zou de consequentie kunnen zijn dat die de grootste voldoening geeft, omdat het genot het meest immediate lijkt. Mm-hmm. En toch ondergraaft dat dan zichzelf. Hè? Op een gegeven moment is het dan toch gedaan. En komt er een moment dat eigenlijk het genot zichzelf opheft door het te veel eraan. Dus dat is op zich heel interessant. Maar dat was dan niet zinvol of zingevend? Of dan is de zin eigenlijk van probeer de menselijke ervaring te doen naar wat je denkt dat zinvol is, is dan het meest zingevende. Maar dat schiet ook vrij snel tekort, vind ik. Ja, als je... zelfs al kies je iets ook in je society, dus het moet niet enkel narcistisch, egocentrisch zijn, maar zelfs al kies je de mens als doel, of de planeet, of whatever, op een bepaald moment gaat de zon de planeet opslorpen, en dan per definitie... Ja, dat is waar. Je hebt dat wel lijden vermeden als je iets goed doet, terwijl je er toch bent. Hè? Dat is het praktische antwoord. Dat is nog maar een vraag. Want de mensen die zich heel erg op de andere mensen concentreren, bereiken dikwijls onmenselijkheid. Door van de anderen een soort volmaaktheid te vragen, die juist het menselijke overstijgt. Hè? Ja. Nee. Dus je kunt inderdaad... Enfin, dat is altijd het probleem geweest van ideologieën. Hè? Dus dat ze uiteindelijk gesloten concepten en systemen waren, die doorgetrokken in hun uiterste tot de explosie leiden, tot verknechting, tot autoritair denken en geweld. Wat ik bijvoorbeeld een voordeel vond aan het christendom en nog steeds vind, dat het toch iets met open ramen is. Het is niet altijd helemaal duidelijk en het heeft toch de kracht om in verschillende tijden en plaatsen overeind te blijven. Waardoor je dus ook vreemde stoffen toelaat in de concepten. Dat is fantastisch. In plaats van de concepten toe te passen op vreemde stoffen en de vervreemding nog te vergroten. Hè? Daar zit het discussiepunt aan, denk ik. Ja, omdat het vaak genoeg is om ter interpretatie heel breed te houden, eigenlijk, onder het collectief. Ja, absoluut. Om dus bijvoorbeeld dingen niet kapot, om te beginnen, kapot te definiëren. Ik ben ook altijd... Zie je onze wetboeken. Maar als jurist bijvoorbeeld, dat is ook typisch, hè? Dus ik ben dus jurist van vorming, en ik heb een hekel aan definities. Echt een hekel. Om te beginnen zijn ze erg moeilijk uit het hoofd te leren. Mm-hmm. En bovendien, als je een definitie geeft, zijt je er zelf door gebonden. Mm-hmm. Wat de homo ludens in zijn mogelijkheden beperkt. Dus terwijl je ziet dat heel veel andere mensen, zelfs theologen en zo, en allerlei sociologen zeggen, definitie. Geef een definitie. Maar waarom eigenlijk? Waarom kun je niet rondom een concept reflecteren zonder dat je het 100% vastlegt? Ik denk, filosofisch klopt uw antwoord, hè, maar in de praktische gang der zaken moet je wel dingen definiëren. In een praktisch dialoog of dergelijke moet je wel van een verzelfde veronderstelling gaan als je bepaalde zinnen zegt. Een zin zegt, met een begrip in, en jij interpreteert dat volledig anders. En ik bouw daar dan verder op, verder op de ander, dan zit het eigenlijk naast elkaar. Dat is het probleem. Dus bijvoorbeeld in het strafrecht wordt gezegd, een wet moet strikt worden geïnterpreteerd. Bijvoorbeeld,
euthanasie kan juridisch nooit moord zijn, want er is toestemming gegeven. Dus als dat echt correct gebeurd is. Maar op heel veel andere punten, stel dat iemand zegt, en ik ken zoveel mensen die zeggen, ik kan niet tegen onrecht. Ja, wat is dat dan, dat onrecht? Ja. Oké, maar dat is omdat dat morele veroordeling van iets is. Ja? Is mij dat goed of kwaad? Maar dat... Nee, dat is eigenlijk... En rechtvaardigheid. Dat hebben we wel vastgelegd in wetboeken. Maar heel die theorie... Ja, wel ja. Maar goed, maar eigenlijk bedoelen ze dat moreel. Hè? Dus ik kan niet tegen onrecht. En dat kan bijvoorbeeld zeggen... betekent dat ze zeggen, ik vind dat dit niet goed behandeld wordt. Maar zo die concepten van rechtvaardigheid van John Rawls en zo, en dat soort sociale filosofie, vind ik echt absolute onzin. Oh. Ja, ik vind dat wel interessant, maar ik denk het belangrijkste is dat we... We zijn wel radicaal, hè. Ja, maar dat is oké, zolang het maar niet extreem is. Maar, nee, maar ik denk dat het belangrijk is dat mensen wel met concepten allemaal spelen, maar het gevaar... Spelen, kort het gevaar met zeggen. Diagnoses is dat we onze identiteit er echt aan beginnen linken en dan komt er een soort van ik ben dat concept en dan erger nog, die definitie, die veel te simpel is en afgebakend. En daar denk ik, dat internaliseren van die definities dan, daar is het denk ik volgens mij ook een beetje het betoog dat gevoerd, dat vind ik wel een gevaar, want dan kun je niet meer spelen met de realiteit en dan gaat je alles in hokjes steken en daar bereik je niks mee en vaak iets contraproductief. Ja, dit is racisme-discussie afgesloten. Hè? Dat is een gemakkelijke tool. Als je vandaag bijvoorbeeld zegt, ik ben tegen racisme, ik ben daar ook totaal tegen. Niemand zal mij ooit hebben kunnen betrappen op een racistische uitspraak over de misschien 30 jaar of meer dat ik in het maatschappelijk debat aanwezig ben. Dat heb ik nooit gedaan. En ik vind dat ook volledig verwerpelijk. Maar natuurlijk, je kunt ook de term racisme gebruiken als een concept om je machtspositie te verstevigen en te behouden tegen anderen. Verontwaardiging, dat ook heel vaak gebeurt. Ja, en dat is een soort van morele verontwaardiging kaart trekken. Hè? Vaak instrumenteel. En als je natuurlijk zegt, wekt je nieuwe morele verontwaardiging op. Ja, ja. Daar zit zo'n cirkel in. Het gevaar is dat we op die manier echt concepten echt taboe gaan maken en de dingen niet meer goed gaan bespreken, waarbij ik niet zeg dat we dat moeten bespreken. Maar ik bedoel, het neemt soms weg van de inhoud. En dat is een beetje het probleem, omdat dat vaak een personificatie is van een gegeven, waar dat misschien het idee erachter nog wel interessant kan zijn. En zo vind ik dat ook, dat een idee dat we veel te weinig omarmen, ik weet niet of dat we moeten omarmen, maar een kans geven, dat is, domme mensen kunnen relevante dingen zeggen en relevante mensen kunnen heel domme dingen zeggen. Daar ben ik het absoluut mee eens. Oh ja, en dat vergeten we soms. We gebruiken altijd het individu of de persoon om de credibiliteit van wat hij of zij zegt te gaan directeren. Maar dat is relevant, want natuurlijk als credibiliteit opbouwt, dat is ook iets waar. Dus die persoon zal wel meer de voordelen van de twijfel genieten. Maar daarom is niet alles juist of alles fout of alles dat zeker. Ik denk dan ook vaak aan de uitspraak van Willem Frederik Hermans in Onder Professoren. Zij onder professoren zijn er zoals onder loodgieters slimme en domme mensen. Dat is al zo, dat is al het eerste concept. Een tweede punt is natuurlijk, de idee of de gedachte die jij nu naar boven brengt, valt soms niet super makkelijk te verzoenen met het nieuwe dogma van de expertise. Waarbij de expert niet de persoon is die heel sterk wetenschappelijk blijft nadenken over een bepaalde materie, maar juist iemand die de discussie afsluit en het definitieve antwoord geeft, maar, op een dogmatische manier. Ja, maar dat is eigenlijk fout, hè? Want in zekere mate heb je, we hebben er nu recent ook over geschreven, maar de Mannheim-paradox, en je hebt ook Dunning-Kruger, en heel kort gezegd, hoe meer dat je zegt, dit is de waarheid, hoe grotere kans dat je ernaast zit. Hè? Dat is zeker zo. Maar dat is een zot onderzoek, hè, Dunning-Kruger, maar ik denk echt de grootste experts, en dat zijn Nobelprijswinnaarachtige mensen, die zitten bijna net op het niveau van iemand die er niks van kent qua zelfvertrouwen als ze iets zeggen. En het is eigenlijk maar door echt iets te beginnen snappen, dat je beseft hoe dom dat je bent, dus hoe voorzichtiger je bent met uitspraken. Ja, dat en is per definitie zou dat een onderdeel moeten zijn van de ideologie van technocratie, maar dat wordt dan vaak vergeten. Nee, omdat natuurlijk, daar ben ik nu echt eens volledig mee eens, maar het probleem is vaak dat de technocratie niet bedoeld is om, dikwijls, hè, laten we zeggen, wetenschap, technologie en zo verder te laten triomferen in hun sterkste consequenties, maar juist om haar te instrumentaliseren om een discussie af te sluiten. Dat is een politisering. En dat is het probleem. Ja. Maar dat is ook een menselijk punt. En in die zin is een technocratische regering ook een contradictio in terminis, omdat het ene politiek is en het ander technocratisch, en die zijn sowieso vermengd op beleidsniveau. Daar is niks aan te veranderen. Ja, en op zich is dat ook oké. En je moet maatschappelijke keuzes maken, en je hebt ook wel datapoints nodig om die te onderbouwen, per definitie. Zeker, maar zeg het wel, hè. Zeg het. Wat je standpunt is, en dan is het oké voor mij. Ja, maar daar ben ik het ook mee eens.
Oké. Het gevaar aan dit soort gesprekken is dat je natuurlijk altijd bouwt op iets nieuws. En voordat je het weet is er geen rode draad, hoewel ik hem wel nog apprecieer. Je moet een ander soort draad zoeken, dan trekken we een ander draadje. Maar ik ga terug naar de originele draad, maar het is puur omdat de thematiek me altijd zelf boeit en ik ben net nog niet satisfied. Maar dat is universele zingeving bestaat... Oké, weet je, je zei eigenlijk iets heel interessants. Je zei dat zingeving voorbij de mens kan gaan. Mm. En dat vind ik wel een interessant concept, want ik ben het er eigenlijk niet mee eens. Mm-hmm. Omdat ik denk dat voor zingeving te doen bestaan, moet er een bijdrage geleverd kunnen worden die heel veel zaken overstijgt. En de meest complexe van allemaal, tijd. En ik denk dat niet gaat, want per definitie, dit universum zal in... Ja, ik wil onuitdrukbare cijfers beginnen afronden en zal dan naar de nietigheid gaan. En ik ga er nu heel veel van uit dat we niet naar een andere dimensie of universum kunnen springen, wat al zeer ver is, dan loopt eigenlijk alles af en zal op een bepaald moment het blijken alsof dat wij nooit hebben bestaan. En dan vraag ik mij af, kon er dan een zingevingspunt zijn? Dan kunnen wij letterlijk met heel de wereld naar iets toewerken... Je ziet dat iemand struggle relevant is. Ja, dat is zo het punt omega van Théard de Chardin en dat soort zaken. Dat je zo naar een... ook zo, wie had je nog, Whitehead en al die soort filosofen die dan de natuurkunde en de filosofie met elkaar in verband begonnen te brengen. Ik weet niet of we die verbanden altijd onmiddellijk moeten zoeken, ze zullen zich misschien uitwijzen. Ik denk dikwijls aan Georges Lemaître, de man van de Big Bang, die zei, die was priester ook, hè, en die zei, er zijn twee manieren om tot de waarheid te komen, whatever it may be, de waarheid. Ik heb besloten ze allebei te bewandelen. Dat vond ik een mooi punt. En ik heb ook, ik wil dat toch even kort vertellen, als ik rector was, moest ik François Englert ontvangen. En dat was de man die toen de Nobelprijs had gewonnen voor het Higgs-deeltje. En meneer Higgs had hij ook kunnen winnen als hij niet overleden was. Maar het was Englert alleen en die had een conferentie gehouden en ik moest s'avonds nog gaan eten met Englert om 9:30, dat is al laat, met een aantal astrofysici. Als het kan wel, maar het kan nooit. Hè. Maar bon, ik zat daar nog om 9:30 met een aantal astrofysici en mijn vicerector toen, Georges Gielen, een ingenieur. En ik dacht, ja, er zijn hier twee mogelijkheden. Ofwel zit ik dat hier uit, ofwel begin ik onmiddellijk te propulseren om er nog iets van te maken. Ja. En ik vroeg dus aan Englert, denkt u dat we de raadselen van het universum ooit zullen ontsluieren? Ja. Ik moet altijd met een simpele vraag beginnen. Hè? En hij zei daarop, nee. En Georges zat daar ook, de ingenieur, en die zei, ja, komt dat dan? En hier komen we ook bij concepten die wij ook al naar voren hebben gebracht hier. Komt dat dan omdat wij als mens met die orde van grootte niet kunnen werken? Mm-hmm. Het idee van miljoenen, zelfs miljarden lichtjaren, alleen het idee van een miljard, dat search, dat gaat niet. Mm-hmm. En daar zei Englert op, nee. Ik denk dat het fundamenteler is. En dat wij op dit moment natuurlijk het universum, whatever it may be, analyseren aan de hand van onze concepten. Mm. Dat er ooit een moment komt dat het niet meer klopt. Dat er iets is dat in dat universum niet meer beantwoordt aan de wijze waarop wij het als mens... Maar hier wil ik even... Ik geloof daar keihard in. Alsjeblieft? Ik geloof daar keihard in. Ja, Englert ook. Want ja, allee, de fysica, de wiskunde dat wij hier op ons aarde hebben... Je ziet dat die van toepassing is inderdaad zoveel miljoenen lichtjaren verder. Ja, dat is gewoon... Wie zegt dat dat allemaal hetzelfde is? Lijkt dat daar 1+1=2 is? Juist. Wie zegt dat daar zuurstof wordt gebruikt om te ademen? Hey, dat zijn allemaal zaken dat ik nooit kan geloven dat dat... Ja. Hey, dat kan een volledig andere biotoop zijn. Ja, ja. Stoffen, chemicaliën... Wij noemen het nog chemicaliën, het kan niet anders zijn. Ja. Dat eigenlijk alles samenstelt. Nee, klopt. Maar we geven wel maar het waarneembare een aantal namen. Hè. Dus het is wel... Maar ik volg ook zeker, wel... Maar hier wil ik misschien even aan een vorige podcastgast er even mentaal bijhalen. Jean-Paul van Bendegem dan. Waar we het ook zeker wel over het godsdienstige hebben gehad. Maar dan vanuit uiteraard een ander perspectief. En op een bepaald moment vroeg ik de vraag, waar ik zelf een heel andere mening over heb. Maar ik ken er niks van. Dus per definitie ga ik iets meer credibiliteit moeten geven aan het andere antwoord. Maar dat was... Het universum, net dit gesprek, kunnen we dat categoriseren, hè, en et cetera. En we komen vandaag tot heel veel regels. Hè. Iemand die heel de fysica en wiskunde wil snappen, dan moet al heel wat regels kennen eigenlijk.
Dus mijn vraag was per definitie, is er effectief zoiets, als we echt universeel kijken, naar een first principle gegeven? Zijn er 5 wetten die wij niet snappen hoe te formuleren, waaruit dat alles voortspringt, om het zo te zeggen? Dus zijn er fundamenten? Of zijn er toch veel meer verschillende chaotische regels die per ongeluk samenvallen? En zijn antwoord was eigenlijk, verschillende chaotische regels die per ongeluk samenvallen, veel eer dan, er zijn een aantal fundamenten, wat ik wel heel interessant vond. Ja, ik had toen zoiets van, ik had echt gedacht dat er inderdaad op een andere manier geformuleerde fundamenten waren, waar het dan alles uit zou voorspringen. Ik weet niet meer exact wat zijn reden was om tot die conclusie te komen, hè, maar ik vond wel... Dus ja, daar is het Anthony wat Paul nu zegt. En wat als het nu een derde zou zijn? Het is allemaal heel lastig om te zeggen. Twijfel zou je niet gemakkelijk hebben. Ja, maar toch. Want ik vond dat, ik heb bijvoorbeeld ook een gesprek ooit gehad in CERN met een bekende sterrenkundige ook. En dat ging over de zwarte gaten en zo. En hij zei daar van alles over. En ik zeg, ja, maar hoe weet je dat? Hoe kun je dat met zekerheid, of met grote waarschijnlijkheid zeggen? En hij zei dan, ja... wij baseren ons op de wijze waarop de wetten van Kepler hebben gediend om het zonnestelsel te begrijpen. En ik zeg, ja, maar en wat als dat nu niet klopt in een ruimer verband? En dan zei hij iets wat ik heel mooi vond, dan zoeken we iets anders. Ja. Dus, en dat vind ik echt de wetenschappelijke mentaliteit, want dan, enfin, dat is nu op een macrovlak gezien, maar dat je zegt, ja, het is gefalsifieerd, oké, dat was het dan niet, en dan gaan we verder. Hè? Ja. Dus eigenlijk is dat een teken van vertrouwen in de wetenschap, ja, in plaats van het tegendeel. Fysica en metafysica, het raakt elkaar op een duur. Is dat nog iets anders waar dan die waanzin, op die... Maar inderdaad, hè, ik bedoel, tijd van de rit, met dat concludeert er meer vraagtekens zijn dan uitroeptekens. Ja, want langs de andere kant kunnen we ook weer stellen, inderdaad, hè, van hoe dat alles hier in elkaar zit, hoe het menselijk lichaam in elkaar zit, toch een heel knap staaltje werk, hè, dat anders. Langs de andere kant kunnen dat er ook wel debunken, want een kind gaat bijvoorbeeld, hè, als je zo met hun duim doet, vindt dat knap, dat is magie, hè, omdat dat intellect nog niet verder ontwikkelt. Hè. Wij zitten ergens op een IQ-vlak aan de max intellect, maar doet dan zoveel procenten, 100% erbij, gaan wij misschien ook dat beschouwen, dat menselijk lichaam, als de magie van dit. Dat is eigenlijk simpel verklaard. Hè? En is het misschien inderdaad een toevalligheden van samenstellingen, hè, hier in dat stukje van het universum? Mm-hmm. Een toevalligheid inderdaad dat ons ontstaan, versus dat iemand het dan heeft gecreëerd eigenlijk. Hè? Ja, dat zou kunnen. Ja. Dus dat maar natuurlijk, dan is de vraag, wat is het concept toeval? Allee, dus dat vind ik ook interessant. Geloof je in toeval? Ja, 100%. Ja, maar natuurlijk. Want het is juist, toeval bestaat. En juist omdat toeval af en toe tot heel rare conclusies kan leiden. Hè? Dus dat je zo, dat je bijvoorbeeld op een avond ergens naartoe gaat, of in de straat komt je ergens iemand tegen en je trouwt daarmee of zo. Ik zeg maar wat. Hè? Het had zo moeten zijn. Mm-hmm. Wel, juist omdat het toeval soms effecten heeft die het toevallige lijkt te overstijgen, wordt het eigenlijk in zijn zijn nog sterker bevestigd, denk ik. Ja, ik denk dat toeval, het bestaan ervan of het ontbreken ervan, sowieso een menselijke interpretatie is. Ja. Want toeval wil altijd zeggen dat je iets beoordeelt als goed of slecht. Toeval in deze context noemen we goed. En dat wil eigenlijk zeggen dat er een universele definitie van goed of slecht zou moeten zijn, maar dat is er niet. Dus het is een menselijke interpretatie van een aantal eventen. Maar eigenlijk heeft die geen betekenis aan zich. Nee. Het is maar retroactief dat we die gaan bestempelen. Wel, ik denk dat daar eigenlijk ook een beetje de hoogtevrees van de mens in zit, van hoe het heel kleine... kleine, geringe en schijnbaar onbelangrijke, toch een heel grote rol kan spelen in iemands leven. Dat is waar. En dat is de hoogtevrees tegenover dat. En vandaar dat mensen dan ook gaan zeggen, ja, als dat dan allemaal matcht, toeval bestaat niet, dan komt het tot dat soort dingen. Sowieso. Maar is misschien toeval niet gewoon het percentage dat er iets kan gebeuren of iets kan plaatsvinden? Ja. Dus dat is toch gewoon goed. Ja, gelijk. Dat kan toch niet goed of slecht zijn? Nee, maar wat jij zegt is probabilities. Toeval is eigenlijk in theorie... Ja, toeval in die ontstaat bij een kleine probability. Nee, dat is geen toeval. Maar niet? Nee, het bevindt zich in het extreem van de probabilities. Dus ja, je kunt dat zeggen, maar boy. Maar het is heel belangrijk om toeval als concept niet te internaliseren, hè, om er de link te maken met er straks. Want dan gaat je wel heel carpe diem leven. En het lijkt toch wel dat dat niet de beste levensstrategie is. En misschien een relevante vraag, als we terug naar die praktische zingeving moeten gaan. Daar juist een beetje meer het universele proberen te beantwoorden, waar ik nog steeds niet satisfied ben, maar ik kan me dat accepteren. En dat is er iets wat je uit godsdienst destilleert voor onze praktische zingeving, dat je zegt, dit is nu één kernwaarde of één iets dat echt relevant is om binnen de praktische waarheid van het leven toch
er het beste van te maken, wat het die betekenis ook mag zijn. Wel, ik denk, wat er zeker zou moeten inzitten, en wat ik belangrijk vind bij de meeste religieuze tradities, in de goede zin geïnterpreteerd, dat is ook een waardeoordeel, maar in de zin dat het ruimte schept, dat is eigenlijk het vermogen om een stap achteruit te zetten. Dus dat je uiteindelijk een toeschouwer kunt zijn bij het spel waarin je zelf meespeelt. En vandaar zie ik soms gelijkenissen tussen religie, spiritualiteit en humor. En dus niet tussen religie en ernst. Dus, daar zit ook wel een stuk dat spelelement in, maar natuurlijk humor heeft ook als karakteristiek dat je een stap achteruit zet. En dat je bijvoorbeeld een situatie kunt dedramatiseren. Bijvoorbeeld twee mensen beginnen te discussiëren. Je denkt, hoe gaan die hier levend uitkomen? Met ere, zonder dat iemand helemaal zijn zelfbeeld verliest. En dan is dikwijls humor de enige mogelijkheid. En hetzelfde geldt voor het spirituele. Dus ik zie dat allemaal als middelen om de waan van de dag met liefdevolle sepsis te bejegenen. Zoiets, ja. Oké, ik denk relevant. Ik denk dat we... Maar dat is ook een beetje misschien waar ik vind dat we als cultuur veel te hysterisch zijn geworden en onze biologische driften het helemaal hebben laten overnemen. En er is die hele instant gratification waar onze maatschappij helemaal rond georiënteerd is natuurlijk. Vroeger had je concepten zoals... die vandaag ook nog, hè, hoor mij dramatisch doen. Plus, ik ben zelf niet van vroeger, dus we zitten hier te spreken. Maar toch iets meer stoïcijns, waarin dat voornamelijk zeg maar, het overwinnen van een aantal interne emoties eigenlijk een soort van... dat was een virtue, hè, een goede kerneigenschap. Maar dat zijn zaken die we vandaag precies minder vieren als maatschappij. Maar je wordt er ook korte termijn plezier, voilà, boven lange termijn effectiviteit. Je wordt daar gewoon puur op getraind nu, op enkel korte termijn, denk ik. Ja. Dat is het probleem. En, een van de grootste problemen, naar mijn mening, in de maatschappij van dag en dag, je wordt niet meer getraind, niet meer getriggerd op lange termijn, denk ik. En daarvoor moet je een stap achteruit kunnen zetten. Als je die eerste stap achteruit niet zet, waarom zou je dan ooit het genot van nu opgeven voor iets van later? Ja, niet, hè. Maar ik vind het heel interessant wat je zegt. Je hebt ook het woord hysterisch gebruikt. Ik denk dat onze tijd inderdaad op een aantal punten hysterisch is. Nee. En dat heeft ook te maken met de overwinning van sentimentaliteit op sentiment. Dus sentimentaliteit is, gooit er direct uit, met ook het waarderen daarvan. Iemand die begint te huilen, dan zullen mensen direct zeggen dapper en moedig, terwijl het natuurlijk ook gênant kan zijn aan het einde van elke discussie. Ook het idee, iemand die het hart op de tong heeft en er alles uitflapt, dat is dan eerlijk, maar plezant als je daar elke dag moet mee samenleven. Dus dat maakt ook slachtoffers. Dus die andere kant wordt niet bekeken. En wat u daar ook zegt, dat stoïcijnse, gaat de sentimentaliteit verjagen, maar misschien het sentiment verhogen. Dus in dat stoïcijnse zit de hulde aan het gelouterde gevoel. Dat zit daar eigenlijk in. En dat vind ik iets heel mooi. Dat is... ik kan niet op het woord komen, maar per definitie komt dat gewoon neer op gematigdheid. En dat is een waarde... Mij den aangaan, nee, ik weet niet mis. Allebei helemaal in de klassieke traditie. En ik denk dat daar heel veel waarde in zit. Maar misschien opvolgvraag... het zit vandaag minder in de cultuur, dat is 100%. Ondanks dat ik over laatst een artikel zag dat het op social media, TikTok en zo, terug begon het herop te leren bij jongeren. Ja, maar dat is natuurlijk even zo'n snippet dat je eruit krijgt. Maar alles is een cirkel, over niet lineair gesproken. Het gaat terug interessant worden. Een heel concept, inderdaad, dat relevant is nu terug. En dat zijn opmars moet kennen. Maar ik denk daar als cultuur zijn we exact verzakt geraakt in hetgeen wat je er straks zei. En dan is die hele opleving in het carpe diem gebeuren, waarop dat je op een bepaald moment beseft, vrij leeg. En daar is dan, denk ik, verantwoordelijkheid opnemen, per definitie, over je eigen emoties, over anderen, over X, Y of Z, is een beetje de antidote voor. En denk ik, een zeer relevante praktische zingeving. Ja. En ik denk dat veel mensen vandaag voelen, akkoord. Ik streef van alles na, ik zit in een soort van rat race, et cetera, omdat we niet meer snappen waarom dat we het doen en waarom doet je iets in de eerste plaats. Ik had gisteren nog iets prachtig gehoord. Ik had letterlijk genoteerd. Ik kan het echt nu zeggen. En ik ga dat ook doen. En ik zal ondertussen babbelen terwijl ik het zoek. Het carpe diem... versta ik ook onder dat je eigenlijk een optimistische blik hebt op de wereld. Niet zozeer dat je het voldoening nastreeft. Oké, maar in de context van het besproken, over definities. Want terwijl diezelfde, want het komt van Horatius, hè? En diezelfde Horatius sprak van
aurea mediocritas. En niet in de zin van mediocriteit, maar dat is die middenmaat. Hè? Mm-hmm. Dus het is zeker niet de bedoeling om je te blubber te leven. Ja. Daar was hij veel te verstandig voor. Ja. Oké, ik heb het hier gevonden. Zeg maar, ja. Dus, where would you find the meaning that justifies the suffering of life? You find it in the burden of responsibility. Ik denk dat het ook wel effectief waar is. Ik bedoel, gewoon het feit dat je een taak opneemt, een lijden initieert bij jezelf waar je bewust voor kiest, dat creëert per definitie een gevoel van zingeving. Want dat is ook effectief. Mm-hmm. Als je iets opgeeft, of je hebt het gevoel dat je iets opgeeft voor iets, dan heb je daar meer buy-in in. Dan apprecieert je dat meer, dan vind je dat beter, al die soort zaken. Dus als we niet verantwoordelijkheid gaan opnemen over een aantal aspecten van onszelf en ons leven, dan gaat het per definitie heel moeilijk zijn om zingeving te vinden. En ik denk dat daar heel veel mensen mee struggelen, waaronder mezelf, en waar dat gebrek aan godsdienst vandaag, naar mijn mening, heeft dan toe bijgedragen. En dan merk je gewoon dat mensen een ongeleid projectiel worden. Wat is hypey, wat is trendy, wat zijn de korte termijn genoten van mijn lichaam? Ja, ik vind dat wel juist, van die verantwoordelijkheid zeker. Wat mij betreft kan die ook lichtvoetig zijn. Dus, want, maar is dat ernst gebeuren? Je hebt soms ook de gedachte verpletterende verantwoordelijkheid. Ja. En dan kun je zeggen, ja, de wereld is nog altijd niet beter geworden, ik word depressief. Dat is een gevaar. Ik vind ook, verantwoordelijkheid opnemen is voor mij ook vriendelijk zijn tegenover de mensen die je pad kruisen. En dat wordt soms als weinig beschouwd, maar dat is enorm veel. Dat kan enorm veel. Ja, ik vind dat ook. En je kunt een gesprek hebben met iemand, ik heb dat vaak ook na lezingen, heb je een gesprek dat 2 minuten duurt, waarvan je ook heel goed weet, dit is een eindig gesprek. Mm-hmm. Ik ga mijn leven niet opofferen voor die persoon, dit is geen levenslang engagement. Mm-hmm. Aan de andere kant kan het wel een moment zijn dat voor de 2 personen inspirerend is. En it's enough. En die dingen moeten ook mogelijk zijn. Ja. En verantwoordelijkheid nemen over degelijkheid. Ik denk, hetgeen waar we altijd voor staan is dialoog en degelijkheid. Ja. En dat degelijkheidsgegeven, en dat past ook een beetje binnen een bepaalde gematigdheid. Ja. Dat wil niet zeggen zelfcensuur, dat wil heel veel dingen niet zeggen. Maar je probeert u exact een beetje degelijk, again, te verhouden tot andere individuen om veel mogelijk te maken. Ja. En dat is ook weer een gegeven van sacrifice, want je moet heel veel emoties of zaken overkomen. Hetgeen wat we bijvoorbeeld in deze podcast niet overkomen, is mijn drang om constant overal tussen te komen. Maar als ik degelijk wil zijn, moet ik ook afstand nemen van die drang om gewoon niet zo van... Werkt dat dan eens aan? We doen dus ja. Maar ik heb niet gezegd dat ik degelijk ben, hè. Ik probeer het na te streven. Want ik ben ook lichtvoetig en carpe diem. Ik denk dat ook een zekere lichtvoetigheid helpt voor blijvend engagement. Je ziet dat dikwijls ook, dat is misschien een onnozel voorbeeld, maar een vereniging neemt nu. Mm. En die moet een tijd draaien. En het is absoluut zo dat je een paar trekkers moet hebben. Maar natuurlijk, als daar een nieuwe persoon bij komt en die begint plotseling 80% van zijn tijd aan die vereniging te besteden, gewonnen, verloren, dat loopt nooit goed af. Mm. Dat is te veel, dat is niet meer op mensenmaat. Mm. Hè? Terwijl een duurzaam engagement een engagement is dat je in je eigen leven kunt integreren zonder dat je helemaal uitglijdt. Mm. Dus in die zin, de verantwoordelijke mens is ook een mens die zijn eigen grenzen ziet en dus zijn verantwoordelijkheden plaatst binnen de contouren van een beperkt mens zijn. Maar dat is een beetje ook die stap terugnemen waarin dat je een bepaalde humbleness moet accepteren en dat je ook maar beseft dat wij net zoals mieren zijn, en het is denk ik het geheel dat iets of wat betekent, maar als individu, misschien buiten een aantal individuen, maar dat is ook maar op heel specifieke segmenten. Hitler en Stalin zijn wel beroemd gebleven. Dat waren er niet verschillende personen waar ik naar refereerde, maar dat klopt. Maar eens. Misschien nog even een vraag. Het geloven in religie, hè? Dus echt het plaatsen van die iets dat erboven staat, hè? Geeft dat ook geen beperking om op bepaalde vlakken verder na te denken? Als je geen religie hebt, gaat het toch veel automatisch of veel sneller zoeken naar wat is dan de waarde, veel sneller levensvragen stellen, die eigenlijk door een religie sneller worden ingevuld. Ik zie religie niet als de invulling van dingen, maar als de ruimte om juist wel veel na te denken. En je hebt natuurlijk, en dat is helemaal juist, je hebt in de meeste religieuze tradities gesloten werelden en open werelden. Maar bijvoorbeeld,
Paulus, de eigenlijke stichter van het christendom, want Jezus Christus heeft wegens tijdsgebrek en dan een bedrijfsongeval, als hij 33 jaar was, nooit de kans gehad om de kerk te stichten. Dat is een mooie beeldspraak. Maar Paulus was iemand die geweldig geloofde in de mix van het religieuze en de vrijheid. En het vrijmaken, juist door religie. En ik denk dat het mogelijk is dat doordat je een vertrouwen hebt in een positieve afloop, whatever it may be, dat u dat de ruimte geeft om ook door te gaan. Nu, een tweede punt dat ik ook fantastisch vond, is iets van Luc Ferry. En die man is zelf ongelovig omdat hij niet beter kan. Een Frans filosoof die ook even minister is geweest. Ja. Iedereen glijdt al eens uit over een bananenschil. Ja. Nu, je zei het verschil tussen de Stoïcijnen bijvoorbeeld en de godsdiensten van het jaar nul of iets later, die een eeuwig leven beloofden. De cultus van Mithras, die al ouder was in Perzië, maar ook Isis in Egypte. Vaak godsdiensten door Romeinse soldaten gevolgd, die wel hielden van eeuwig leven, omdat sneuvelen bij het vak horen. En wat was het verschil? Wel, een Stoïcijn probeert eigenlijk de gematigdheid zo na te streven, omdat als hij te extreem wordt in zijn verlangens, hij ook heel veel verliest als hij doodgaat, bij manier van spreken. Dus als je eindeloos veel om iemand geeft en die sterft, is dat erger dan wanneer je dat geïnterioriseerd hebt tot een gematigd beeld. En natuurlijk, bij het christendom, en dat zit enorm bij Paulus, want daar was het verrijzenisgeloof heel belangrijk, kon de liefde eindeloos zijn, omdat de dood niet definitief was. En ook dat is natuurlijk, en daar zegt dan Ferry van, ik vind dat prachtig, maar ik kan het zelf niet geloven. Waar mijn antwoord dan zou op zijn, waarom is alleen wat te mooi is om waar te zijn onwaar, en de rest niet? Daar kunnen we ook over discussiëren nog. Maar het interessante is dus, dat, denk ik, geloof juist vrij maakt om alles te geven en alles te zoeken. En om geen limieten te zien. Het ding is, dit is de ziel zien in het concept. Want ik ben het eens met je analyse. Het probleem is gewoon dat we allemaal luie dieren zijn. Dus per definitie, wat jij nu hier poneert, vereist al veel dagdagelijkse energie om er zo naar te kijken. In general gaan we het gebruiken als een bepaalde handboek. Dus het antwoord ligt in het midden. In zijn beste vorm of haar beste vorm, ja. Maar in de realiteit zal het eerder de uitzondering zijn, dat het zo gebruikt wordt, maar misschien een relevante uitzondering. Hè? Soms één moment kan iets relevant zijn. Maar dat is dan eigenlijk de handicap dat eigenlijk elke stelling heeft. Hè? Van de, ja, maar dat is die definities. Per definitie komen we terug daar. Goed. Ik wil misschien even we zijn een richting, ander... Ja, maar wacht. Maar... zolang dat we... Laat u gaan. Zolang dat we voor 9 uur thuis zijn, want 9:30... Ik ben thuis. Maar dat is misschien iets praktischer. We hebben nu iets of filosofisch proberen te oriënteren, wat dat gelukt is, laat ik ook niet in het midden. Maar democratie, interessant concept, en je hebt er meningen over, is altijd plezant. Here we go again. Maar dat is echt de 25e keer dat we het hier over gaan hebben. Is het minstens, minstens. En ze bestaat nog altijd ten dele. Maar nog steeds niet altijd. Ja. Maar dus, ik ga gewoon mijn eigen stelling geven, en dan moet je maar op reageren, maar het is een kleine stelling. Waar is een tijd dat ik hier met mijn gsm zat? Definitie van democratie, daar zijn we begonnen. Ja, geleden. Maar nu zijn we weggegaan van definities, we zijn gegroeid. Maar toch, de cirkels komen terug. Ik ga gewoon even kort door de bocht gaan. Dus, mijn definitie van democratie zou eigenlijk zijn dat het een model is... Nee, sorry. Als doel heeft om eigenlijk voor zoveel mogelijk mensen het goede mogelijk te maken. Wat je zegt zou eigenlijk zijn, wil je zeggen, mijn ideale definitie van democratie is? Of nee, de ziel van democratie op zich, ik zal het gewoon zo zeggen, is naar mijn interpretatie of simpele kennis ervan, is uiteindelijk voor zoveel mogelijk mensen het goede mogelijk maken en dus dat te faciliteren. Plus minus zal dat wel kloppen als we even niet de definitie, maar het concept proberen te... omlijnen. Maar wat ik wel heel vaak zie, en dat zie je meer en meer, is natuurlijk dat democratie stilaan meer uitgehold concept is, maar dat we het vooral meer beginnen te heiligen als middel dan
het doel of de ziel ervan na te streven. Ja. Vandaag is het zo'n praktisch model geworden om uiteindelijk toch maar uw machtspositie te gaan creëren, wat die ook mogen zijn. Zij het voor het goede of het slechte zelfs. Maar het is echt het middel dat we misbruiken. En als het ons uitkomt, werkt het. En is het imperfect, maar het beste model so far. Als het niet werkt, dan beginnen we allemaal strategische posities te nemen. Waarbij ik denk, maar moeten we een stap terugnemen en even terug de ziel achter democratie zien. Wat dan, naar mijn mening, volgens mij ook weer naar een ander model gaat leiden. En zelfs een ander soort model van te stemmen. Hè? Maar daar kunnen we het zo niet over hebben. Maar wat is een beetje... Voelt je ook de discrepantie tussen... Het doel en het model. Ja. En dat die twee nogal... Ja, wat is het doel natuurlijk? Want als gezegd, zoveel mogelijk goede dingen voor veel mensen, dat is bijna... Faciliteren. Faciliteren, ja. Want dat gaat bijna in het Benthamiaanse utilitarisme. En dat bedoelt je niet, hè? Nee. Niet de greatest happiness voor... Je hebt nodig waarin dat je het gefaciliteerde benut om iets te maken. En dan natuurlijk, ik denk dat democratie ook betekent dat de vrijheid van de mensen daardoor niet wordt gefnuikt. Dat is ook de stelling, bijvoorbeeld, de discussie, kunt je zeggen, tussen Jean-Jacques Rousseau en Benjamin Constant. Jean-Jacques Rousseau was iemand die uiteindelijk zei, voor de vrijheid zult je moeten leiden, want de meerderheid gaat u dirigeren en gaat die moeten gehoorzamen. Terwijl Constant eigenlijk, de echte liberaal, ik vind een fantastische denker ook, dat hij eigenlijk zegt, kijk, die vrijheid is... niet alleen die dingen mogen doen en mee beslissen of mee vechten voor uw vaderland, maar ook werkelijk vrij zijn en een zone hebben waar de overheid niet aan kan. Ja. Ik vind democratie is voor mij de democratische rechtsstaat en niet alleen een systeem meerderheid, minderheid of wat dan ook, of een democratisch spel. Maar democratie betekent ook een vrije zone voor de burger waar het systeem niet aan kan. Ja. En wat mij betreft zo ruim mogelijk. Hè? Ja. Dus ik ben dus in die zin... geen fan van politici die bijvoorbeeld zouden zeggen, kinderen moeten absoluut op drie jaar naar de kleuterschool, of alle vrouwen moeten gaan werken en zo verder. Dat is de verknechte mens voor een ideaalbeeld, een etatisme wat ik niet deel. Hè. Maar het is wel waar dat de democratie ook natuurlijk een puur machtsspel kan worden, waarbij mensen die van macht houden en dat primeren boven... andere dingen die belangrijk kunnen zijn, bijvoorbeeld geld en liefde, hè? Dat die daar een spel in spelen dat niet meer ten baten is van een misschien imaginair algemeen belang. Ja, maar ik bedoel, ik denk het machtsspel, welk je mag het allerbeste model ooit hebben, het komt altijd terug. En op zich is daar niks mis mee. Het is menselijk, hè. Zo, daar is ook niks mis mee, zolang dat je de extreme een beetje kunt capteren en dat meestal het juiste doet. Hè? Dat is waar. Maar ik heb gewoon het gevoel naar hoe dat wij als burger of gewoon als samenleving van dag in de dag, en dan bedoel ik het relatief lokaal, hè. Ik heb het niet over de wereld per se, maar laten we dat België noemen, of zelfs gewoon Europa, dat we er minder in slagen om opnieuw dat te faciliteren in functie van het doel, en dat het echt een middel is geworden, maar dat we verdedigen waarom. Ja, want iedereen verdedigt al democratie, toen de democratie hen niet uitkomt, en dan is het van, oh, we moeten het anders gaan organiseren. Ja, dat valt me op. Democratie is niet meer ten gunste van de burger, maar eerder ten gunste van zichzelf. Ja. Maar dat is met elk systeem dat lang genoeg bestaat. Hè? Nu, dus misschien bestaat het. Nu, wat wij natuurlijk in België, want natuurlijk zelfs vergeleken met buurlanden zoals Nederland of Luxemburg of Duitsland en zo, zitten we in België met de padstelling, denk ik. En ik wil nu niet te veel politieke standpunten innemen. Maar dat de democratie ook bedoeld is om een soort status quo te behouden. Hè? Dus in die zin... Want dat is eigenlijk het probleem met een land als België. Er zijn heel grote tegenstellingen. Er zijn ook heel weinig overlapping. Ik moet zeggen, ik treed zelf om de 14 dagen op Matin Premier met iemand anders. Ja. Ik heb gisteren nog een interview gehad voor Hélène van het Quatre, maar ik behoor bij de vrij kleine groep Vlamingen die ook naar de andere kant gaat. Dus je hebt twee systemen die erg van elkaar verschillen. En de democratie dient eigenlijk voor een deel om het status quo te verankeren op institutioneel vlak, waardoor er op andere terreinen ook niks gebeurt. Hè. Dus, want dat zijn twee verschillende dingen. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, we kiezen, ik zeg maar wat, voor allerlei industrieën die we gaan inzetten of voor specialisaties in het land in bepaalde wetenschappelijke zaken. Maar heel veel wordt overschaduwd door het evenwicht van het status quo. Dus ik denk in die zin is België een slecht voorbeeld van democratie. Zeker omdat na een tijd gaat wijten, blijken dat dat status quo... achteruitgang is. Dat is zo, altijd. Kina van sparrecul. Dus dat is een extra probleem. Maar het is waar dat het
ook moeilijker is om... Ja, je hebt volatielere kiezers, volatielere politici en zo verder. Dat maakt het niet makkelijker. De vraag is alleen, wat is het alternatief? Ja, we hebben altijd zo'n half alternatief. Dat is een heel goede vraag. Ja, maar het is de democratie waar wij vandaag in leven... sorry, maar dat is een schijndemocratie. Inderdaad, je stemt... Dat is een sterke woord. Ja, vind ik wel. Je stemt inderdaad op één van de partijen die dat er zijn. Als ze er niet tussen zit, dan stemt op niemand. Ja. En ja, maar daar stopt het. Voor de rest heb jij geen inspraak. Maar gesproken over definities... Is dat definities, een democratie? Je zit in heel afgeleide, simplistische ideologieën. En ik denk daarom, het tegenargument dat we vaak geven, al is het maar enkel over dat en nog niet eens over ons andere ingewikkeld systeem, maar laten we op thema's kiezen, 10 thema's, en de vraag is aan wie selecteert de thema's, hoe frame je de thema's, dus het is al flat by design. In plaats van een vierjaarlijkse stemming, waarom doen we geen maandelijkse stemming? Maar in plaats van een partij... Ja. En dat dan mensen wel kunnen zeggen, of partijen, oké, we zitten sowieso op dat thema. Maar dat er iets wordt, ik weet niet hoe dat je dat moet organiseren, maar in functie van thema's. Want nu proberen heel de ideologie... je merkt dat er zijn eigenlijk altijd 5 grote spelers en een paar kleintjes. En daarbinnen wordt er eigenlijk gewoon strategisch gespeeld om te denken, hoe kan ik mijn... Of hoe kan ik een democratie gaan organiseren die mijn korte termijn denken vaak mee ondersteunt. Ja. Veel eerder dan op 10 thema's. Ik ben er zeker van, als je op 10 thema's zou moeten stemmen, dat het er echt anders zou uitzien. Tuurlijk, maar nu moet je om de 4 jaar of 5 jaar ene keer je mening gaan geven. Nu, dat vind ik ook een zwak punt in België op dit moment. Terwijl dat infrastructureel, met MIF, MINFIN en whatever... Ja. Kun je perfect maandelijks een stemming organiseren. Ja, maar dat is het referendummodel. Maar wilt je dat? Maandelijks, jaarlijks, whatever. Maar het referendummodel natuurlijk is één nadeel. Het voordeel is directe democratie. Mm-hmm. Het nadeel is dat je het uit de context kunt drukken. Ja, maar het voordeel is, Zwitserland slaagt er wel in. Dus binnen de contouren van de extremen zijn er modellen waarin het werkt. Maar is het met een andere cultuur? Dat is niet gemakkelijk. Is het met een andere cultuur. Ja. Nee. Dus dat is al een eerste punt. Ja? En dan, natuurlijk voor de rest, de frequentie van de verkiezingen. Wij hebben in België op een gegeven moment gezegd, er zijn te veel verkiezingen. Hè? Mm. En daardoor zijn dan de Vlaamse, van de regionale dan, de Belgische en de Europese gaan samenvallen. Totdat ooit breekt wel, hè? Want natuurlijk, de federale verkiezingen, dat is geen legislatuurregering. Maar ik heb nu het gevoel, inderdaad, wat u zegt, er zijn op dit moment te weinig verkiezingen. Dus we gaan volgend jaar... Ik vind het wel. Ik ben niet mee eens. We hebben volgend jaar weer verkiezingen. De vorige waren 5 jaar geleden. Hmm. 5 jaar, hè. Waarvan dat dan 2-3 jaar geen regering is. En je hebt dan toevallig de gemeenteraadsverkiezingen, dat is 6 jaar, en dat was net ervoor en net erna. Hmm. Hè? En ik vind 5 jaar veel, dat vind ik echt raar. Maar het probleem is... Niet zozeer die termijn dat te lang of te kort is, want je hebt natuurlijk wel een lange termijn nodig, dat is dan lange termijn, korte termijn, denken, dat we dus om iets effectief te kunnen creëren. Maar gewoon de inspraak van de burger is pas om die zoveel tijd. Ja. En dat is het spijtige. Maar en ik ga eraan toevoegen. Maar het probleem is... Een instantie staat voor 5 jaar, dat vind ik nu op zich niet zo erg. Ja. Nee, ik denk zelfs langer. Want ik ben zelfs fan van langer. Want het probleem is, als ik nu aan u vraag, waar is het gefaald? Dan gaat jij misschien een aantal zaken kunnen zeggen. Maar als ik ga doorvragen, gaat jij afsluiten met... Het systeem heeft gefaald. Want je kunt nu misschien een aantal partijen benoemen, maar die hebben ook gewoon hun job gedaan binnen de huidige particratie. En je gaat moeten concluderen, het systeem heeft gefaald. Dus je gaat eigenlijk niemand kunnen afrekenen, behalve het systeem. Maar het systeem als abstract concept kunnen niet veranderen. Ja. Dus wij Belgen gedogen dat en gaan verder. Als je iets of iemand 10 jaar bijvoorbeeld laat regeren, ik zeg niet dat 10 jaar een goed model is, helemaal niet. Nee. Maar ik zeg gewoon, is om de 2 jaar gaan kiezen, of om de 10 jaar is dat meer of minder democratisch complex. Maar als je iemand 10 jaar laat regeren, kun je niet meer zeggen, het systeem... Want dan was er letterlijk een partij van een aantal grootste partijen 100% verantwoordelijk voor het systeem dat zich heeft gezet. Nee. En kun je die wel 100% afrekenen. Nu, op het moment dat je dus zegt 10 jaar, stel dat even, dan stem je voor een methodologie. Hè? Want dan kun je niet zeggen, de punten van 2023 gaan niet die van 2033 zijn. Correct. Er gaan een aantal vraagstukken bij zijn waar we nu niet eens van eens aan denken. Ja. Dat is methodologisch. Een ander punt is, er is ook een verschil. Stel dat je gewoon minister van Financiën bent, van Economische Zaken, daar vind ik dat je wel op tijd mocht zeggen, dit zou moeten veranderen. Hè? Omdat je ook met budget van mensen speelt en zo meer. Andere zaken kun je meer vragen over stellen, maar ik weet niet of dat oplosbaar is. Maar bijvoorbeeld justitie, dat vind ik een interessant onderwerp.
Dat is een departement dat nooit goed heeft gefunctioneerd. Mm-hmm. Ons gerechtelijk apparaat verloopt nog altijd... Kent uitdagingen. Ja, ja, en je kent inderdaad. Allee, ze hebben geen computers en ze zijn niet gedigitaliseerd. En er wordt kasten kunnen blijkbaar... Ja, en er wordt ook... soms, ik durf het bijna niet zeggen, maar ik zeg het toch, niet iedereen werkt hard genoeg. Ja, andere mensen moeten wel hard werken en zij soms ook, maar niet altijd. De werkloosheidsgraad is hoog genoeg, denk ik, om die positie te doen. Maar daar heb je, denk ik wel, dat is iets dat verschillende mensen mij gezegd hebben, daar zouden eigenlijk 8 jaar of 10 jaar voor nodig hebben om dat te reorganiseren. En het is waar dat heel veel verschillende ministers van justitie dat geprobeerd hebben en eigenlijk wegens tijdsgebrek was dan gedaan en moesten ze vanaf nul terug beginnen. Ja. Daar is dat wel degelijk een probleem. Ja. Maar wat ik ook een probleem vind, is in ons systeem dat door de extremen per definitie uit te sluiten, kun je niet bewijzen dat ze er niks van bakken. Mm-hmm. En zet je zelf ook, word je zelf niet uitgedaagd om er iets van te maken, omdat je altijd bij bent. Mm-hmm. Dat is de leegheid van... Dat is van ook self-fulfilling prophecy. Ja. Hè? Allee, bedoel, denk niet aan een witte olifant, en per definitie. Ik denk, dit is... Ja, ik bedoel, denk dat hele gegeven van extreme is eigenlijk de meest inclusieve groepen roepen om voornamelijk exclusief te zijn op sommige niveaus. Ja. En per definitie gaat die hypocrisie maar zo lang duren. Waarbij ik niet stempels wil drukken, maar ik wil maar gewoon zeggen, dat als model creëert... ontevredenheid op de lange termijn. Dat is zeker zo. En dat op een gegeven moment barst dat. En je ziet dat nu in Nederland bijvoorbeeld. Ja. Welke weg het uitgaat, weten we nog niet. Maar ik denk dat je ook... Wat dat was al een duidelijk signaal. Dat zeker. En wat wij nu niet merken, hè, wat ik een interessant punt zou vinden... en sommige mensen zeggen me dat informeel, ook toppolitici. Maar waarom in plaats van na te denken, hoe kunnen wij dat systeem zo lang mogelijk houden zoals het nu is? Hmm. Het zou toch een mooie denkoefening zijn om te zeggen, hoe kunnen we optreden op het moment dat het systeem barst? Mm-hmm. Die vraag wordt niet gesteld. Mm-hmm. En nochtans gaat dat gebeuren. En je ziet op verschillende terreinen dat... Bijvoorbeeld extreemrechtse partijen meebesturen in heel wat landen. Dat extreem linkse figuren, gelijk je dat inderdaad hebt in Frankrijk met Mélenchon en zo verder, die toch ook heel dikwijls de kantjes eraf gaan. Ja, hoe gaat je daarmee om? Mm-hmm. Gaat je dan zeggen, nee, dat willen we niet? Of probeert je ook te denken, hoe kunt je bij een mogelijke Big Bang, hoe kunt je daar dan als democratisch ingesteld figuur op een positieve manier mee omgaan? De mop is dat uw vraag super relevant is, want ik weet niet wanneer, maar je voelt wel dat het systeem naar een Big Bang gaat gaan uiteindelijk. Ja, dus uw vraag is super relevant, want de mensen met antwoorden zullen dan dingen kunnen doen. Goed of slecht, dat is dan weer het probleem als we die vraag niet als maatschappij durven stellen. Nu, ik vond dat gisteren ook, ik vond dat fantastisch. Ik zat daar dus op Ellen van het Katter, een Franstalige zender. Ik zat daar met een expert van het CRISP over l'extrême droite. En ik zat daar dan al... Het was wel maar een expert. Wat? Het was wel maar een expert. Ja, het was maar een expert. Inderdaad, daar heb je gelijk in. En ik ben als handelaar in onzin, was ik ook uitgenodigd. En dan ging het erover... in Wallonië zijn er geen extreemrechtse partijen. Dat is natuurlijk net zo goed populisme als bij ons. En dan zei die man van het CRISP aan de interviewer, daar is toch weer een nieuwe poging om een partij van extreem rechts op te richten in Wallonië. En de interviewer zei, laten we daar niet te veel over zeggen. Dus dat is werkelijk het verzwijgen van de mogelijkheid. Ja, maar zo kun je... Dat leeft daar maar altijd. Maar je voelt dat zo. Ja. Mysterie trekt aan. Ja. Natuurlijk, dat is contraproductief. Dat is al het eerste. En op termijn gaat je toch niet... Wallonië is ook naïef om te denken dat zij als enige plek in Europa gevrijwaard gaan zijn van extreem rechts. Dat is niet. Maar je ziet wel, ik ken er helaas te weinig van, dat is eigenlijk zielig, hè? Maar ik bedoel, per definitie zegt dat misschien een aantal dingen. Maar je ziet ook wel daar dat daar ook wel een tegenbeweging op begint te komen, ook in Wallonië zelf. Dat toch wel die ruimte van dingen moeten besproken kunnen worden, want er is een realiteit die we gaan moeten kunnen behandelen. Dat concept er wel terug wel leeft. Ja, dus, dat is de bandbreedte. De bandbreedte van het maatschap. Dat zegt wel iets. Bandbreedte die breder wordt, zegt wel iets over een andere klepel die begint te bewegen, waardoor dat bandbreedte terug verrijkt. Dus. En in die zin, ik ben een enorme tegenstander, want dat past wel wat in jullie concept van de uitsluiting. En ik denk dat er een soort... Ik heb daar ook met Pieter Maréchal een boekje over geschreven. In feite zou er een middenplein
moeten zijn waar iedereen kan spreken zonder eerst een toegangsticket of een bewijs van goed discours met de boys. Of een ja, bewijs van goed gedrag en zeden en zo verder. Dat hoeft niet. En ik vind een typisch voorbeeld daarvan, ik ga het nu niet politiek zetten. Maar dat mag zelfs. Maar dat kunnen we ook zeggen. Ik snap het, gewoon te polariserend. Maar neem nu bijvoorbeeld een flat-earther. Ja, waarschijnlijk heeft die mens ongelijk. Allee, ik heb zelf nooit een test gedaan, maar het is toch een bol de aarde. Nou, 99%. Maar dat is natuurlijk een domme stellingname. Maar betekent dat dan dat je zo'n persoon als wappie moet uitsluiten van gelijk welk gesprek? Maar doet je hetzelfde met een terrorist? Ja, maar dan doe je natuurlijk ook wel iets waarbij andere mensen letterlijk worden geschaad. Dus je bent wel pro. Dus de bandbreedte kent wel haar contouren. Wel, ik denk dat de contouren zijn volgens mij de. Ik ook niet, hè? De democratische rechtsstaat. Daar hebben we het met Tom van Grieken ook over gehad. Ik weet het. Over pedofilie. Dat was ook eigenlijk van, moet je daarmee in dialoog gaan? Met wie? Pedofielen. Maar in dialoog, ja. Dus ik denk moet je die, dat Dat is bandbreedte per definitie, hè? Met pedofielen, denk ik, als individu moet je in dialoog gaan over hun probleem. Maar de legalisering is iets anders. Nee, daar hebben we het niet over. Een andere access, en die is veel meer van, moet je daarmee kunnen spreken, zeg maar. En ik denk, je kunt dat moreel uiteraard zelfs volledig verwerpen. Ook met een terrorist. Ik vind bijvoorbeeld, wat ik nooit heb begrepen, is dat bijvoorbeeld advocaten van Dutroux bedreigingen kregen. Ja, ook Dutroux moet verdedigd worden. Ja, wel, maar zie, het ding is, ja, ik heb heel conflicterende meningen, maar ik denk, moreel ben ik echt pittig, helemaal niet doen, maar het probleem is, als individu kom ik weg met die stelling, maar als collectief moet je dat op de een of andere manier toch doen, want anders gaat het ook niet preventief kunnen zijn, gaat het niet kunnen behandelen, maar je samenleving niet kunnen verbeteren. Dan worden het duistere hoekjes, en dat wil niemand. Dat is toch het uiteindelijk, dat is toch de greater good. Dus ik ben het eens met mijn eigen ideologische stelling, maar ik ben het er gewoon zelf niet mee eens. Hoe dieper dat je met die mensen, hoe dieper dat je daarin kunt gaan, hoe verder dat je komt. Ja, en je mag natuurlijk... Dat gaat alleen maar door. Ik denk dat je dit is geen gemakkelijk gesprek, hè, want dit kun je niet... Maar je mag je eigen wetensbezwaren hebben. Jij kunt bijvoorbeeld zeggen, ik wil dit niet voor mezelf. Maar dat is nog iets anders dan zeggen, dat mag niemand anders in de maatschappij doen. Hè? En in die zin kan ik me inbeelden dat sommige mensen Dutroux niet willen verdedigen. Hè? Om allerlei redenen, morele, ook eigen ervaringen. Dat maar iemand moet het wel doen, want anders gaat het systeem instorten. En als die persoon die het dan doet bedreigd wordt, de advocaat is niet mee schuldig aan het misdrijf van zijn cliënt. Dat moet nogal duidelijk zijn. En in die zin ben ik echt voor een heel breed debat. En ik geloof heel zeker dat er mensen zijn die zich compleet vergissen, gelijk die flat-earther, op één terrein, dat die op andere terreinen wel goede dingen kunnen aanbrengen. Maar ook de terroristen? Wel, eventueel. Nee, want ik vind niet dat je nu de flat-earther kunt gebruiken als extreem, qua ideeën, omdat de terrorist niet te inclusief. Wel, je hebt zo figuren... Zijn inclusief of sorry, zijn maar het is een vreemde kronkel in die mensen hun hersenen. Bij de ene wordt er inderdaad schade geleden, de andere niet. Maar het is dezelfde vreemde kronkel. Maar je hebt zo mensen gehad zoals bijvoorbeeld Negri, die in Italië was een filosoof, die waren ook allemaal betrokken bij de Rode Brigade en bij de moord op Aldo Moro, is in Italië veroordeeld, is dan naar Frankrijk gegaan, niet uitgeleverd, heeft dan toch even in Italië in de gevangenis gezeten. Die man heeft ondertussen wel een aantal interessante boeken geschreven. Dus die idee die die man heeft, kunt je bediscussiëren. Ik heb in Berlijn een tentoonstelling gezien, ooit over de Bader-Meinhof-beweging. Dat is de moeite om dat te doen. Iets anders is natuurlijk het zo verdrijven. Dus je kunt iets proberen te begrijpen zonder er altijd begrip voor te hebben. Dat is zeer belangrijk. Dat is superbelangrijk. Dus dat je dus het moorddadige natuurlijk ook niet accepteert. Maar aan de andere kant, wat mij ook altijd opvalt, waar komen nieuwe ideeën vandaan? Doorgaans van iemand die aanvankelijk als wappie wordt gezien. Dus als je heel de samenleving als voor de minste fout zegt, u bent wappie, u bent, zoals Mark Varans dat doet bijvoorbeeld, enfin, zonder namen te noemen. Maar als je zegt wappie, 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 en al die mensen liggen eruit. Ja, uiteindelijk wordt dan op de duur de spoeling dun en krijg je een zelfbevestigend systeem. En dan krijg je een autobeeld gewoon. Dat is zo. Nu, we zijn zo richting einde stilaan. Ja. Ik had gelezen, denk, als ik me niet vergis, in 2009 dat jij eventueel zelf een partij wou oprichten. Het is lang geleden, Zijn er nog ambities? Wel, vandaag de dag,
relatief relevant. Wel, eigenlijk is daar mijn punt over. Ik ben door allerlei, ik ben daar zelf eigenlijk nu niet meer bezig, maar wel door veel mensen in verschillende stadia benaderd. Ja. De meeste gesprekken vinden ook plaats na 9 uur. Het leeft uur, wel, denk ik. Of toch tijdens de middag? Ja, dat kan op allerlei momenten gebeuren. Maar ik denk, het grote probleem is dit. Ik geloof zelf in een sterke centrumpartij op zijn Vlaams. Ik denk dat dan, laten we zeggen, iets eerder centrum rechts dan centrum links is. Enfin, dat is zo wat de Vlaamse mainstream, sure. Maar wel ook nog sociaal, solidair. In theorie, ja. VLD en, ooit. Het gekke is, dat werkt ooit voorlopig niet. Dus de partijen die daar zaten zijn grotendeels aan het verschrompelen. Maar zijn tegelijkertijd nog supermachtig. Hè? Dus zelfs met geringe percentages zitten ze ook nog in allerlei regeringen. Niet te onderschatten ook ministerposten met een hoop kabinetten, met, zoals de tros van het Romeinse leger, met allerlei kooplijnen. En de middenveldbeweging. Ja. Heel dat spel speelt nog enorm mee. En in feite is het noodzakelijk om nu iets te doen. Maar het kan niet en het lukt niet. Dus er wordt... Ja, maar zeg maar. Dat centrum is altijd het antwoord. Midden is altijd het antwoord. Ja, dat denk ik wel. Ja, maar het is gewoon omdat de klepel constant inderdaad... Maar ik denk wel, op zich, dus de initiatieven, daar is heel veel over te zeggen. En of dat je analyse dan of van Vlaanderen centrum rechts is, dat laat ik ook in het midden. Waar ik wel snap van waar dat je... Gemiddeld, en niet meer dan dat. Ja, maar gemiddeld, als het midden is, dan is het net, hè. Dan is het centrum. Dan heb je dynamische centrum. Ja, dynamische centrum dat niet links is, maar wel sociaal. Oké, maar ik bedoel, de tijdsperiode bepaalt elk woord dat we hier zo far hebben gebruikt. Maar in Nederland zie je wel interessante concepten. Ja. Ik wil eens of oneens, dat maakt zelfs niet uit. Maar met Pieter Omtzigt van NSC, een nieuw sociaal contract. En ik zat letterlijk gisteren met de vraag, maar ik heb ze laatst niet kunnen stellen aan iemand die er iets van kent, dus ik ga ze niet aan u stellen. Maar zou je inderdaad in België vandaag een nieuwe partij kunnen oprichten? En mensen spreken over de kiesdrempel, maar dat maakt helemaal niet uit, want als je het Nederlands exemplaar nu neemt, dan was de kiesdrempel irrelevant. Ja, maar die is wel serieus, 5%. In 5%. In Nederland kun je klein beginnen, hè. 2% van de stemmen is 2% van de zetels. Ja, maar hij heeft nu, als ik heeft 20 zetels. 10 of 15 nu, procent. Wat ik interessant vind bij Omtzigt is een paar dingen. Hè. Eén, het is inderdaad zo dat een nieuwe partij is, die wel in het centrum zit en toch kan slagen. Maar wel, natuurlijk, het zijn geen nieuwe mensen. Hè? Ik bedoel, ze komen wel van ergens. Hè? Nee. Dus, maar dat mag, hè? Dat mag, hè? Anders krijg je zoiets. Maar ik bedoel, nieuwe partij wel met bekende gezichten. Ja, je kunt zeggen, dat is in zekere zin ook met Macron het geval geweest. Dat was ook vanuit het centrum een nieuwe partij, met al, enfin, in een totaal andere context. Maar het is waar dat de meeste nieuwe partijen die opkomen, extreem links of extreem rechts zijn. Dat is al... Bij Omtzigt was dat niet, de BBB ook niet. Die is iets rechtser dan Omtzigt, maar toch ook helemaal, bijvoorbeeld op het vlak van racisme, waren die heel streng. En dus ik heb dat programma destijds goed gelezen. Er waren ook een paar aantal rare dingen in, maar in feite waar niet. Als je te veel schrijft, begint het. Nu, dat vind ik een heel goed punt, dat vanuit het centrum zou kunnen. Omtzigt had ook, als je dat analyseert, wel, want je ziet heel veel tegenstellingen, een vooral ruraal publiek met het grootste succes in Oost-Nederland, waar hij zelf vandaan komt. Ook een jong publiek, een oud publiek, dus die had geen jong publiek. Dat vind ik ook interessant, hoe komt dat? De jongeren in Nederland hebben nu in eerste de scholierenverkiezing dat elke keer is. Eén was PVV en twee FVD, Forum voor Democratie van Baudet. Wat ook allemaal toch sterk is dat dan zo extreem moet zijn. Maar inderdaad, de gedachte dat vernieuwing uit het centrum komt, is iets wat mensen zelfs in België, op dit moment in Vlaanderen, niet voor mogelijk houden. Ja. En ze gaan nog liever naar de volgende verliezende verkiezing. En ik verwacht wel dat die niet goed gaat zijn voor de centrumpartijen. En dat er wellicht daarna een poging zal gedaan worden tot hergroepering. En dat de volgende regering het geen 5 jaar uithoudt, denk ik. Maar we zullen zien. Ja. Wat denk jij ervan? Maar, denk je dat het kan in België? Of is iedereen eigenlijk zo behoudensgezind, zo georiënteerd op de status quo en zo mee in het systeem? En dan wil ik niet zeggen dat het systeem zo iets kwaadaardig is, maar gewoon, we zijn allemaal zo hard van dag tot dag aan het leven dat we gewoon denken, bon, als we maar kunnen door. Want ik denk, in theorie, in een realiteit, kun je vandaag in België perfect, of in Vlaanderen, whatever, een nieuwe partij lanceren die 10% haalt. Dat gaat nu. Dat gaat.
Maar zal het gebeuren? Ik geloof ook in analyse. Nee, misschien gaan er nog eerst, gaat het weer helaas de klepel te hard moeten doorslaan voordat ja, dergelijke... Wij zijn daar alleen toe in staat, want dat heb ik wel geleerd ook de voorbije maanden en jaren. Mm. Wij zijn daar alleen toe in staat als het echt niet meer anders kan. Moet. En dat is nog niet, hè? Want al die partijen zitten nog in allerlei regeringen en die denken, ja, maar laten we houden wat er nog is. En, iedereen, en de Kroga zegt, ik leg mijn palmares voor en een ander zegt dat ook. En uiteindelijk moet het echt zo zijn dat je bijna op nul staat om te zeggen, ja, nu moeten we iets anders doen. Ik heb misschien nog één eindvraag en dan gaan we je helaas moeten laten gaan, want dan, dan wordt het al iets later, maar ça va, het is half. Maar laatste vraag. Denk je dat er in... we spreken nu even enkel over Vlaanderen dan, maar de vraag waar waarschijnlijk de komende 6 maanden heel de media op georiënteerd gaat zijn en per definitie een self-fulfilling prophecy misschien mogelijk gaat doen, we zullen zien. Denk je dat er een rechtsachtige regering gevormd gaat worden... in het Vlaams gewest? Nee. Nee. Dus per definitie gaan de twee... N-VA en Vlaams Belang. Ja, geloof je dat die samen kunnen. Maar wacht. Maar ik bedoel, denk, achter de coulissen zijn er heel ander soort gesprekken dan ik bedoel, gewoon het publiek debat nu. Maar uiteindelijk het N-VA en Vlaams Belang plus centrumpartijen voor een rechtsbeleid. Je hebt, PvdA gaan echt meedoen, maar ik wil geen vooruit Groen en alle centrumpartijen die dan voor het linkse centrumbeleid gaan. Welke zal zich zetten? Het ding is, voor het linkse gaan er waarschijnlijk meer partijen nodig hebben, maar gaat je wel veel meer eensgezindheid vinden, denk ik. Rechts gaat complex zijn. Ik denk dat veel gaat afhangen, dus, want gaat het daarnet ook over de strategie in de democratie. Hè? Ja. En dat we hier in een totale strategische situatie gaan terechtkomen. Dus wat hebben we? In de lente hebben we de verkiezingen voor Vlaanderen en België. Mm. En in oktober hebben we dan de herkansingen voor mensen die dan toch nog ergens burgemeester kunnen worden bij de gemeenteraadsverkiezingen. Mm. Wat ik verwacht is dat... er zeker geen regering komt voor oktober. Dus geen federale, geen Vlaamse, wat doorgaans iets makkelijker is. Ja, maar Vlaams kan doorgaans iets makkelijker, maar dat gaat niet gebeuren. Dan verwacht ik, maar je kunt achteraf zien, ik vergis mij misschien. Maar het is maar een prognose. Ja, dan denk ik, gaat men... We zullen misschien we zullen zo'n bed openen. Dan moet je zien of ik gelijk heb of niet. Maar dan gaat waarschijnlijk, denk ik, in Vlaanderen gewacht worden tot er federaal iets komt. Dus dat betekent dat kan lang wachten zijn. Hè? Want dat is federaal. Ja, ik denk dat wel. En dan, per definitie de Vlaanderen dan gevormd, hè? Ja, Vlaanderen moet dan wachten en dan moet Jan Bon ook doorgaan. Nee, want anders gaat federaal en Vlaanderen wel een probleem krijgen, denk ik. Ah, wel, maar dat is het juist. Hè. Ik denk, als er een soort... Er zijn twee mogelijkheden aan federaal, eigenlijk. Ofwel komt er Vivaldi 2, misschien aangevuld door Les Engagés in Wallonië, dus die dan zeker de meerderheid houden. Ofwel wordt er zo'n soort AS-PS-NVA gesmeed. Maar als de eerste mogelijkheid het haalt... dan bestaat wel de kans dat in Vlaanderen daar een tegenregering tegenkomt met bijvoorbeeld N-VA en Vlaams Belang. Als de tweede mogelijkheid het haalt, namelijk als N-VA het mag meespelen federaal, dan gaan ze op Vlaams gebied met Vooruit of VLD. Maar, of, ja. Dus eigenlijk zeg je, het zal een zeer zwaar temperatuurspel worden, hè? Om de een of andere manier de reactie te kunnen kanaliseren. Ja. Oftewel zal federaal het zo gematigd genoeg zijn dat iedereen... tevreden is. Nogmaals, even terugkoppelen naar die democratie. Wat ik nu zeg is puur strategie. Hoor dit, dit is toch niet de bedoeling? Nee, het is als niet... Als je het echt puur zo, die stapt nu terug noemt helikopterview hier op dit deze stellingen. Ja. Je kunt er één ding van... Het is absurd. Het enige excuus dat er wel voor is, is dat we inderdaad in een periode zitten toch... van een systeem dat op zijn laatste benen loopt. En waar er is veel gekheid. En waar iets moet gebeuren. En dat verklaart dat voor een stuk. Ja. Maar, en wat ik wel vind, wat we allemaal en ook deze hele podcast niet waarderen, is ook wel het belang van status quo. Status quo is niet iets dat zomaar ontstaat, dat bewijst zich doorheen de tijd dat dat relevant is. Dat wil niet zeggen dat daarom alles juist heeft, bij het juiste eind, maar het feit dat iets zo lang kan standhouden, wil wel zeggen dat er een kern van waarheid in zit. En per definitie hebben we het dan ook over tradities. Tradities hebben ook stand, omdat mensen opnieuw en opnieuw erachter komen dat het oude waarde had. Dus dat is wel een goed argument voor status quo. Dus overschat ook niet de revolutie die precies achter de hoek runt. Maar daar is een verschil. Dat is het al eens. Daar is een verschil tussen dat het oude waarde heeft, is juist. Maar dat het nieuwe geen waarde heeft, is dan weer niet juist. Nee, maar, en dat is de pleinvrees. Daarom dat we evoluties kennen. Maar ik moet zeggen, ik had eergisteren een
een conferentie in Luxemburg en ik ben daar dan blijven logeren. En, ja, met een ambassadeur. en dan, dat was in zijn residentie. En dan reed ik terug door allemaal nieuwe stukken Luxemburg, waar ik normaal niet voorbij kom, en nieuwe bruggen over de Alzette en zo meer spectaculaire openbare werken. En tunnels, een infrastructuur. Prachtig. En die infrastructuur is trouwens niet federaal, maar is inderdaad geregionaliseerd. Maar dan denk ik, als je dat dan vergelijkt met België, ook als je uit Nederland komt, als je dat dan vergelijkt met België, dan denk ik, ja, maar het is wel waar. En het is... En zelfs als dat Vlaamse materie is, it doesn't matter. Maar wij zijn daar wel een slachtoffer geworden van een soort status quo, in de slechte zin. Als het status quo in de goede zin is, wat ik fantastisch zou vinden, is dat Vlamingen en Franstaligen wel degelijk constructief zouden kunnen samenwerken. En ik heb ook al aan Vlaamse ondernemers ook gezegd, probeer dat nu eens anders te doen dan anders. Bijvoorbeeld, je kunt zeggen, wij zoeken West-Vlamingen, ook een typisch cliché, zeggen, ja, we willen Henegouwers engageren, maar alleen de Noord-Fransen komen, hè, die dezelfde taalhandicap hebben en zo verder. Nu, misschien hebben die Henegouwers impliciet een groter minderwaardigheidscomplex. Ja. Laten we ook naar de ziel van de mensen kijken. Ja. Maar waarom zouden Vlamingen niet gewoon investeren in Wallonië, daar afspraken maken met politici, want politici hebben daar ook in de private sector vaak grote verantwoordelijkheden, die voelen zich half ondernemers, waarbij bepaalde voordelen worden afgesproken in dat soort systeem, ook een sociale vrede wordt afgesproken, en dat je dan op die manier een Vlaamse inbreng in Wallonië met Franstalige werknemers niet te arrogant zijn, ook niet de indruk geven dat je de zaak wilt kolonialiseren. Maar aan de die indruk moet je niet geven. Hè? Maar aan de andere kant wel, je brengt het werk dan bij hen op hun bord. En ze moeten dan niet in Vlaanderen gaan werken, in een omgeving die ze wantrouwen. Enfin, dat vind ik wel mogelijkheden. Als je echt het status quo wilt behouden, er zijn ook argumenten voor Vlaamse onafhankelijkheid. Maar dat vind ik dan binnen de status quo. Maar dat vind ik dan iets wat een manier zou zijn om die tradities op een eervolle manier te bewaren. Misschien. Maar dat is een mogelijkheid. Ik ben nog een laatste statement dat ik wil gaan maken, maar dan zullen we echt afronden. Maar ik ben heel nieuwsgierig naar, stel nu, gewoon we denken heel even verder, en Vlaanderen en Wallonië gaan in goed gebuurschap verder, waar dat we naar bevoegdheden, niet 100%, maar zo pakt richting 60-70% bevoegdheden, al ga ik het maar over budget nu even om het iets van waarde te geven, dan denk ik wel dat het heel interessant wordt voor het politiek landschap. Want dan gaan heel veel partijen moeten heroriënteren, want eigenlijk heel veel standpunten gaan verdwijnen per definitie. Ja. Want eigenlijk is nu de hele strijd bevoegdheden eigenlijk. Ja, als je het een klein beetje kunt kaderen, is het bevoegdheden. Dus stel dat we daar ooit geraken, ik denk wel dat die tendens zich zo wat zet. En dat is gewoon een goed gebuurschap. En waar dat de terminologie daarvoor is, laat ik in het midden. Maar er gaat wel een moment zijn dat er meer bevoegdheden zijn, of belangrijke bevoegdheden binnen de gewesten dan omgedraaid. Dat is één kantelpunt, namelijk de regionalisering van de volledige sociale zekerheid. Dat is de main point. Dus, en dat is iets dat misschien ooit Maar die pensioenen, het is momenteel ook in ons voordeel in Vlaanderen, dus ik weet niet hoe snel dat we dat zo... Ja, maar het gaat verder dan dat. Het gaat ruimer ook, het aantal actieven en zo meer. Dus in feite is dat een moment dat misschien ooit kan gerealiseerd worden tegen een afkoopsom die dan aan de Franstaligen moet gegeven worden. Ik ben daar op zich niet per se tegen. En dan is de vraag hoe het verder evolueert. Want Tsjechoslowakije bijvoorbeeld, daar is soms Slowakije innovatiever geweest in een aantal dingen. Nu is daar weer een vrij populistische partij die uit de sociaaldemocratie kwam aan de macht. Maar in feite hebben die het niet slecht gedaan, economisch. Maar dat zou iets kunnen zijn, en dat zou inderdaad een totale verandering zijn, omdat dan... Dan kun je ook niet meer zeggen, Vlaanderen moet maar betalen of zo. En dan moet je het doen met de som die je gekregen hebt. Dus dat zou een andere zaak zijn. Ik ben gewoon benieuwd naar het gesprek dat zou creëren. Want dan heb je misschien terug over de essentie, waar we nu gewoon een simpele vijand zien om al onze problemen op af te duwen, waar dat helemaal niet waar is. Het is geen vijand, ik ben zelf... Maar ik heb het niet letterlijk over de pekenis, maar we demoniseren bepaalde aspecten. Nee, maar voilà, laten we gewoon die sterke punten inzien. Maar dat is typisch Vlaanderen. Als ons uitkomt, dan heeft Vlaanderen het gedaan. Als ons semi uitkomt, dan is het België. En als het helemaal niet uitkomt, is het Europa. Ik ga nu één ding zeggen wat ik in Vlaanderen heel slecht vind, ook onder het N-VA-beleid, voor alle helderheid. Hè. Dus, N-VA, hè? N-VA, luister goed. Hè. Dat is bijvoorbeeld dat er zeker geen enkele verbetering is gekomen in de toenemende regelgeving, die uiteindelijk uiterst antidemocratisch is. Want op den duur heb je zoveel regels, dat je bevoegde ambtenaren moet hebben om die te kunnen toepassen. En dat de politiek haar macht verliest.
verliest. In de macht in de goede zin. Bijvoorbeeld, neem nu een gemiddelde stad of zo. Of een, niet te groot, niet Antwerpen, maar zo'n dorp, stad. Kontig of zo. Kontig, om nu een ander metropool te noemen. Stel dat daar een ambtenaar van ruimtelijke ordening, één man of vrouw, dat die plotseling verdwijnt. Of een non-binair, sorry. Een non-binaire ambtenaar, lijkt mij super sexy, van Kontig uit die sector. het is maar een algemene beschouwing. Maar nee, ik vind ambtenaren niet sexy, maar non-binaire mensen, daar val ik altijd voor. Daar is definitieschema aan. Daar zitten we al. Ik had één escape nog. Hè. Maar stel dat die weggaat. Ja. Wel, die gaat weg. Er komt een nieuwe vacature. Ondertussen, terwijl die weg is, liggen tientallen dossiers stil. Dan een nieuwe vacature, die nieuwe man komt of vrouw komt 6 maanden later, moet zich inwerken. Dat is ongelooflijk veel tijd. Dat is de technocratie waar Vlaanderen de keizer-koster-mentaliteit absoluut erger heeft, erger dan Wallonië. Ja. Daarin zijn we zeer slecht, beste N-VA-mensen. Maar dat is overal het logsysteem. Dat moet je... Overal. Hè? Stop it. Als ik ergens ga spreken, bijvoorbeeld. Hè, ik ben natuurlijk ook wel van een demagoog en zo, wie niet. Hè, maar als ik aan mensen dan zeg, een van de punten die wij zouden moeten doen is bijvoorbeeld 1/3 van al onze regels afschaffen. En dan mocht je kiezen... Maar dat is terug de zielzoeken. En dan mocht je kiezen de welke zelfs. Maar 1/3 afschaffen moet toch perfect mogelijk. Maar dan leid je ook weer een beetje aan bij de kerntaken. Dat is... Maar we zijn eigenlijk... Waar dat de overheid vandaag mee bezig is, gewoon banaal. Alle controles en dit en dat. Dat is echt waar. De WCO-ketel moet binnen dat percent marge, want anders boetes en... Dat is toch waanzin. Ja, maar die... Dat is niet meer te bevorderen. Studentencode, het plafond is 2 centimeter te laag, je mocht het niet meer verhuren. It's crazy, it's crazy. Bevordering van de burger. Nee. Ik denk dat we dialoog zijn aan het voeren as we go. Dus ik denk, we hebben de extreme van die wetgeving nog niet gezien. Dat zal nog 5 jaar duren, want dat is altijd vertraagd op het maatschappelijk. Debat. En dan gaat maar het naar ik moet wel onder, zeggen, je voelt wel de trend dat die meer en meer mainstream wordt voor het ongenoegen met het innemen van de vrijheid in het breedste zin. En nog niet eens de vrijheid waarbij dat je anderen benadeelt, gewoon je eigen vrijheid. En dat is wel echt een gesprek dat mainstream nu is aan het worden, na woke, anti-woke en anti-anti-woke. Hebben we het nu terug over vrijheid en de essentie. Anti-anti-anti. Nee, die beweging heeft je gemist. Als daar één slogan nog... Dus vaak werd er gezegd, vertrouwen is goed, controle is beter. Ik denk een heerlijke slogan. Ik denk, controle is goed, vertrouwen is beter. Ik zou het helemaal omdraaien. En dan ga je... Jij zit in de filosofie, die slogan leeft in de praktijk. Ja, maar neem die bijvoorbeeld in het onderwijs. Hè? De beste leraren die zijn doen al... De allerbeste zijn misschien al vertrokken wegens de controle, omdat ze geen vertrouwen krijgen. Maar ik bedoel, goede leerkrachten doen ook hun ding. Die zijn niet bezig met wat is het leerplan. Mijn beste leraars volgen geen enkele regel. En de andere ben ik vergeten. Nee, dat is weer het extreem. Maar ik geloof ook wel in de ziel. Mensen die de ziel van een idee willen capteren en daar goed mee willen omgaan, wat dan... Er is geen goed of slecht, maar toch... Dus ik ben het eens, maar ik denk de praktijk, helaas... We zijn met zoveel mensen, we hebben zo'n wantrouwen ten aanzien van alles en iedereen. Onze overheid, onze buren, onze medemensen, onze vrienden, onze relaties, onze gewesten. Ja, maar het begint bij de overheid. Want dat omdat we geen verbindende religie ook niet meer hebben. Waarbij de religie niet het antwoord was. Het was gewoon een goed antwoord met heel veel gebreken dat toen relevant was. Maar ik denk, het is tijd voor een seculaire godsdienst. En dat is echt wel een algemeen concept van degelijkheid waar dat we ons allemaal in kunnen vinden. Maar het ene verhindert het andere niet. Het is, daarom dat ik een seculaire godsdienst zeg. Ja, maar dat is een paradox. Het is perfect mogelijk om bijvoorbeeld wel verbindende elementen van verantwoordelijkheid te hebben. En tegelijk mensen die zich laten inspireren door het transcendent en anderen die dat niet doen. Maar het is wel waar, de afwezigheid van vertrouwen is een groot punt. Ja. Wie vertrouwen wij nog? Ik denk alleen onze huisdieren. Ja, Max. Max. Ja, en dan nog, daar kunnen we een uitschuiven. En we zijn ook toleranter tegenover die dieren dan tegenover mensen. Ja. En dat blijkt toch ook, daar zit een malaise in op het maatschappelijk vlak. Hè? Dus met alle sympathie voor honden en katten die niet genoeg kunnen geprezen worden. Ja. Dat ook en ik denk dat een huisdier ons ook allemaal wat zachter maakt. Dus misschien gaat terug een eerste stap naar de mens. Hè? Misschien hebben we gewoon het huisdier nu terug nodig. Maar als je de regering Jan Bon laat doen, komt er zelfs een verplichting om huisdieren te houden. En daar zal ik altijd tegen staan. Dat is dan ook weer het extreme. Dat is een extreme. Dat is dan weer goed.
Ja, ik weet niet of er nog een finale vraag is, maar we zijn een beetje richting einde. Ja, oké. Okay. Misschien... Nee, nog net niet. Want je hoort niet zo graag dat je gepensioneerd bent, maar per definitie bent je het. Dus hier wil ik het heel cru gezegd hebben. Maar stel nu dat dit een van uw laatste woorden zouden zijn. Wat zou er zelf een van uw meest... Ja, maar nee, het is een mop. Maar wat zou een van de meest relevante concepten zijn die je zelf hebt geleerd, waar je hoopt door die te herformuleren nu dat je... iets zinvol kunnen laten. Wat wil je de wereld in? Mijn eerste punt zou zijn, spreek nooit uw laatste woord. Maar leef uw leven zo dat uw laatste woord geen schande is. Ja, maar dat is... En ik zou nog iets anders zeggen, ik ben niet gepensioneerd. Nee, ik ben een zelfstandig handelaar in onzin, zoals vandaag duidelijk is gebleven. Nee, want je wordt er niet voor betaald. Dus ik word wel betaald. Ja? Hier niet, maar elders wel. En hier niet, wat eigenlijk toch een echte schande is. Misschien moeten wij een fonds in het leven roepen voor de slachtoffers van deze twee oplichters. Nee, moeten ook toeleggen op deze podcast. Maar dus er is iemand die ons moet betalen, voilà, dan we allemaal schade. Maar wie moeten we dan? Laten we ons verenigen tegen die de kapitalist. Grote mediagroepen, hè? Dat is gemakkelijk, dat is een win-win. Een echte schande, maar laten we er hier doorgaan. Eigenlijk een verantwoordelijkheid is van de overheid dat wij hier geld krijgen. Ja, dat vind ik ook, zodat dat naar arme zelfstandigen kan doorvloeien. Ja, voilà, als wij het geld krijgen, dan kunnen we dat delen met u. We komen toch nog op niveau, hè? Na al die filosofische bron. Eindelijk iets. De essentie. Rick, dank je wel voor uw tijd, voor het zinvolle gesprek. Heel tof. En nog veel succes ook verder. Dank je wel, het was heel fijn. En dan met gewone mannen, ja. Dank je wel. Merci. Joehoe.